Welkom bij een kakelverse verse Powerpraat, jouw podcast over games en entertainment. We gaan het vandaag hebben over Final Fantasy 16, Mortal Kombat 1, Diablo 4, Pikmin. We hebben het natuurlijk over de FTC tegen de Microsoft rechtbank questie. Het klinkt heel saai, maar het is super interessant. Dus blijf kijken en luisteren naar PowerPraat. Kijken en luisteren. En ook leuk dat jullie er zijn, want we hebben nu weer een online uh, aflevering. En nu kan ook Ali er weer bij zijn. Dat is Jee -jee. leuk, want Ali, woont weer op uh, duizend kilometer van de studio. <laughs> dus uh, ja, minimaal ja. Dat kon normaal niet. Ali, leuk dat je er weer bent. En ook leuk dat Wouter en, uh, en Florian er zijn. Um, van harte welkom. Het is Hallo. eigenlijk Wouters schuld. Ja, sowieso altijd. Maar wat? Wouter... <laughs> dat we nu online zijn. Ja, oh, ik dat, zit in. Uh, ja, sorry, sorry dat ik in België zit. Hey, dat is mijn excuses. Ja, precies. Daarom kan Ali er wel bij zijn. <laughs> omdat ik in België zit. Waar. Het is echt heel <laughs> ingewikkeld, maar dit is nou helemaal hoe het zit. Uh, ik zit in België. Uh, en dus moeten we online. En dus kon Ali erbij. Want ze kon niet hierheen komen. Want de afsluitdijk. En moeilijk. En die gaat open of zo. Ik wist brug, niet uh, dat de afsluitdijk open kon. Op twee punten zelfs, Wouter. Begin en eind. Twee, uh, oh, niet starten. helemaal zeg maar. Niet in zijn geheel <laughs> zo. 30 <laughs> kilometer de lucht in is misschien erg <laughs> In <Is> zijn er geheel <laughs> zo. Lufthansa <laughs> Zo. <laughs> ja. Wow. ja, we hebben echt een, 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 ja, een boordevolle uitzending vandaag. We gaan het hebben over de rechtszaak van FTC tegen Microsoft. En dat gaat om de, de overname natuurlijk van Call of Duty uh, uitgever Activision. Um, daar komen heel wat juicy details uit. Dus daar gaan we juicy. zo uitgebreid op terugkomen. Uh, we gaan het uiteraard ook hebben over Final Fantasy, want uh, Florian mocht het de vorige keer nog niet over hebben. Uh, ah. Maar daar gaan we het <laughs> zeker ook over hebben dus. Um, maar we beginnen natuurlijk met de comments van de week. Horen jullie het? Ik hoor geen muziek. Oh! Geen ja. Dit zijn de comments van de, van de week. Comments van de week. Dit zijn de comments van de week. Ja, en voor de mensen die een uh, comment in, in hebben gestuurd, dat uh, wordt zeer gewaardeerd. Dank jullie wel. Um, we gaan ze wel even iets sneller bij langs. Want we hebben afgelopen week. Bezoek gehad van een podcastgoeroe. hier op de redactie. En ja, uh, ja, hij is ook een vaste luisteraar van PowerPraat. En die zei van. PowerPraat, om eens houden. <laughs> het kan wel wat korter. Want op het echt? moment dat jij een aflevering ja. hebt van Mant. twee uur. en mensen ja, dit die denken van. Echt... Dit was echt per ongeluk en dat was ook een beetje juist schuld. Niemand die ons vertelde dat we twee uur bezig waren al. Dat is niet iemand van hé hey, jongens. Uh, ja, maar het waren we wel... allemaal toch wel een soort van een idee. Dat is een beetje een soort van biologische klok die je soort van begint te schreeuwen <laughs> om eten of zo. Dat, dat had, ja, dat had hmm. ik zeker wel. Echt? Oh nee, ik had echt helemaal niks te horen. Tenminste, het, oh, het is een uur okay, zijn. Wacht even, je, je schuift het gewoon in mijn schoenen nu alleen. <laughs> nou ja, goed, hij zei van het, het kan wel het kort en dat heeft er vooral mee te maken, mensen die dan eens een keertje proberen, willen proberen om een pauwpraat op te pakken en die zien dan twee uur staan of, of anderhalf uur. Dat, is, dat kan nog wel, wel eens, hmm. nou ja, gewoon uh, indrukwekkend zijn. Daunting. Ik ja. heb hem ook in etappes moeten luisteren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, het, ja. Is, het is twee uur. Dat haal je niet zomaar even uit je dag, zeg maar. Nee, nee. maar was het de moeite waard? Ja, dat wel. Joh. Jullie nou, okay, vijf lijstjes waren ook heel leuk. En dus, maar toch, twee keer een <laughs> uur heb ik, heb ik het gedaan. Oké, okay, waar, waar luister je het dan, Ali? Ik luister het gewoon uh, als ik aan het werk ben op Spotify. Oh, is dat, vind je dat niet hm. lastig als je en naar uh, Inhoud moet. Nou ja, inhoud. In ons geval is dat. <laughs> een, en dat je er en nog uh, moet opletten, soort van wat er wordt gezegd. En je moet ook nog zeg maar iets daadwerkelijk zinnigs op, uh, op papier zetten. Zeg maar. Nou, het, het kan ook niet bij elk werk wat ik doe. Maar ik heb ook nog een soort van hele saaie administratieve klus die ik erdaars hmm. doe. Omdat dat ja. wel aardig betaalt. En daar kan het heel prima naast. Oh, daar heb ik okay. echt geen focus voor nodig. Nee. Aha. Ja, het is perfect. Ik heb dus. Uh, van het weekend ook geluisterd naar de, de Dark Side. Paul Praat. Oh. Um, en dat is best wel een leuke podcast ook. En die is een uur. Het <laughs> is dezelfde podcast. Oh, ja. <laughs> Oké, okay, comments van de week. We gaan er iets sneller doorheen vandaag. En hopen dat we me onder de twee uur kunnen houden vandaag. <laughs> de eerste comment is van uh, Amino. En die zegt: Ik moet mijn excuses aanbieden. Florian, het spijt mij. Na podcast op podcast werd ik je geblare over Jurassic World Evolution 2 zat. Ik dacht bij mezelf, <laughs> oh hoe kan je zo'n game toch leuk vinden? Een commerciële sims knock-off over dinosaurussen. Maar sinds het gratis was voor Playstation Plus heb ik het ook gespeeld. Ja, ja. En ja oh, hoor, ja. ik ben er nu <laughs> verslaafd aan. Het is echt goed en ik begrijp je nu volledig je maandenlange obsessie over deze game. Ja, uh, de, de, niet alleen Floria maar ook Wouter was maandenlang geobsedeerd. Ja, ik, was ben het blij, het blij, het ik ben blij dat het, uh, dat het eruit is. Uh, maar maar hé, hey, wat leuk dat jij er nu een keer over begint hier. Ja, ja ik denk, ja, ik moet het het toch wel doen. een soort van... Ik, 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 ik zag soms aan jullie kopies wel dat, het, uh, dat jullie het heel jammer vonden... dat we het weer niet over Jurassic World 2 hadden gehad. <laughs> klopt, klopt. Uh, ja. Elk, elke ik vind keer wel, weer een terugstelling. Ik vind het wel bijzonder dat die PlayStation Plus... Zat, want volgens mij heb ik hem niet langs zien komen. Was dat een tijdje geleden al? Of, uh... Ja, een, een, vorige maand? Of de maand daarvoor? Ja, oké. Okay. Nou, dan ja. heb ik hem misschien gemist. Oh. We, we, hebben, het, we oh. hebben het volgens mij ook echt, echt vermeld, gewoon in, in de powerbaraat zelfs. Dat je echt geen excuus meer had nu. Oh, serieus. Dat je PlayStation Plus staat, ja zeker. Ja, volgens wow. mij ben ik daar Oost-Indisch Oost doof van geworden. Zo, <inzijnen> so je uh, het compleet off zodra hij het woord jure zegt. En dan ja. je. Ik heb, ik heb denk ik een, in real life de keywords gemute, zeg maar. Precies. Mm -hmm. <laughs> wauw, ik wou dat ik dat kon. Elke keer als iemand over voetbal begint... Uh. Het zou echt chill zijn, <laughs> uh, Palindroom, ja. die heeft ook een comment. En die zegt... Hé, uh, hey, wat is nu, dit nu weer voor maffe NPC? En wat hebben ze daar in vredesnaam gerookt... toen ze deze quest hebben bedacht? Hardop lachen om huh? dialogen... opgaan in de spelwereld... de lore uitpluizen... Een uniek speelpersonage maken, daar speel je een Bethesda game voor. Niet voor de main ah, story, die is zo. altijd vrij mager. Ik ben vooral dol op goede verhalen in games en hoop van harte dat Starfield een geweldig verhaal heeft. Maar dat zou een bonus zijn, want het heeft geen zin om dat te verwachten. Als je dat Merci. wil, kun je beter The Witcher 3 gaan spelen. En toffe praat weer, heren. Uh, is dit is echt een dit... mooie comment. Het is ook helemaal waar. Ik ben echt zo totaal met deze knakker eens. Ja, dit is natuurlijk. dus een andere kijk inderdaad op, uh, op de dialoog en het verhaal van uh, Bethesda Games. Um, het is ook wel een beetje waar, natuurlijk. Een goed verhaal zou inderdaad een Bethesda-game echt een dikke bonus zijn. En ik ga ja. er ook niet meer van uit. <laughs> hmm. Dat klinkt heel hard, maar dat is wel een beetje zo. Uh, ik, denk ook, ik denk ook niet dat in Starfield het echt om het verhaal gaat of zo. Het gaat meer om die, om die exploration van al die, al die werelden. En volgens mij is het een flinterde verhaal. En... Maar goed, er zit natuurlijk heel veel in een verhaal. Een verhaal bestaat uit allemaal bestanddelen, zoals goede characters en goede character arcs en, en werk veel dialogen en al die shit. Uh, dus ik, ik vind dat allemaal onder verhaal vallen. Dus als dat allemaal kut is, is dat wel kut. <laughs> Ja, maar het, het gaat meer een beetje om de quirkiness, volgens mij, wat uh, Paul in de Rome hier zegt in deze comment. Ja, ja, error to the knee en uh, die ene ja. knakker, uh, 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 er is altijd eens zo'n gast die altijd terugkomt. Er is één zo'n hele irritante dude, zo'n fanboy die langskomt in alle Bethesda games. En die komt dan langs en die, die gaat dan, ah, ik ben je grootste fan. En dan wil je hem eigenlijk het liefst doodslaan, want die gast heeft een super irritante stem. Volgens mij zit hij letterlijk in elke Bethesda-game en niet alleen in zeg maar Elder Scrolls, maar ook in uh, Fallout. Maar, I'm not sure. Huh? Oh serieus? Ja, okay. okay. het yeah. zo'n uh, overenthusiastic fanboy of zo heet hij altijd, zoiets. <laughs> maar inderdaad dat soort quirkiness en over die um, en in Fallout had je ook zo'n gast die dan uh, helemaal verminkt was van de van de hoe heet dat? Um, radiatie. Van de radiatie. <laughs> From the radiation. <laughs> is, is dat überhaupt een Nederlands dat woord? Ja, nee, denk ja, het wel. Straling. 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 Oh, ja, straling. Ja. straling. Ja. straling. Ja. Oh, oh, radiator. Ja. Radiatie is straling, zeg maar. <laughs> ja, ja. okay. ja. Radiatoren, dat is wat anders. Maar die, 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 die is dan helemaal vermengd en zijn allemaal altijd super vrouwelijk. Uh, dat, dat soort dingen. En die, in, in die ghouls. En, maar goed, dat is inderdaad wel waar. Je hebt wel, uh, zeg maar, quirky. Personages, maar niet echt personages waar je van, van je denkt van wow, dit is een mooie rond uh, character met allemaal interessante character traits en flaws en zo. Dat ja, is... ik weet niet of ik het überhaupt nog weer zou trekken. Om. Want Ik heb al heel lang geleden, heb ik Skyrim gespeeld. Uh, mm -hmm. En Oblivion en, en dat soort games. En ik vond het toen wel echt gewoon leuk. Maar dat was toen ook een beetje inherent aan videogames. Het was allemaal niet zo serieus. Nee. Maar ik merk wel dat sinds ik zeg maar, die SSS Creed van de afgelopen jaren speel, er zitten heel veel van dat soort shit in. En ik, 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 ja, ik, ik kan er gewoon filler. niet meer tegen. Het is echt uh, tenen krom vaak. Ik ook niet. Ik heb echt geen zin meer om mijn tijd te verspillen aan allemaal uh, onnodige sidequests die eigenlijk niet eens heel erg leuk zijn. Um, dus Ik heb dat ook heel erg. En, en sinds de Last of Us en zo is, is, het, is verhaalvertelling ook een stuk belangrijker geworden en, en beter geworden in games. Er zijn nee. steeds meer ontwikkelaars die zoiets hebben van oké, okay, laten we de laatste was als voorbeeld nemen. En dan, uh, en dan ja, dat, is, we, dat is ook weer niet goed dat het allemaal zo uh, nee. een, eenheidsworst wordt. Ali, jij bent toch ook wel een beetje van die Elder Scrolls, of niet? Nee, nee, gek genoeg niet. Oh. Ik, uh, ja, ik ben op zich dol op RPG's en je zou zeggen van uh, Bethesda Games moet je jou ook wel aanspelen. Maar ik, ik heb het hier ook wel eens met Wouter over gehad. Maar er mist toch dat stukje, ja, Kwaliteit. emotionele <laughs> betrokkenheid of zo. Hè? En dat komt yeah. inderdaad door die rondgemaakte NPC's, door die goed geschreven NPC's. En weet je, ik vind het ook zo irritant. Dan loop je een dorpje binnen en dan begint iedereen tegelijk tegen je aan te kakelen. En dan heb ik al zoiets van nee, nee, nee. Maar jij speelt World of Warcraft, toch? Dat is toch niet heel veel anders. Uh, ja. Nou, die NPCs die beginnen gewoon niet te praten. Dat scheelt. Dat is gewoon tekst. Dus dat kan nog ja. wel handelen. Maar uh, nee, maar dat is ook een heel ander soort game hè, Want ik vind Elder Scrolls Online vind ik dan wel heel leuk. Ja, nee, dat doelde ik eigenlijk ik wel was. een beetje op, omdat je, ja. omdat, ik, ik, ik dacht inderdaad dat je daar. Uh, wel mee bezig bent. Ja, nee, zeker. Die vind ik wel tof, hoor. En ik kan ook niet heel goed bepalen wat het verschil is dan tussen de singleplayer games en de online games, behalve dat er natuurlijk meer mensen rondlopen. Maar je gaat er ook in met een soort van andere mindset. Dan verwacht ik ook niet dat diepgaande verhaal, of zo. Okay. En, en wat, wat, wat vind jij dan van Starfield? We weten inmiddels uh, dat ik er ontzettend naar uitkijk. En, en Wouter eigenlijk ook wel, maar die houdt een beetje reserveringen. En maar Florian, uh, de... ja... Mm. Je houdt een beetje hmm. zijn bek altijd hierover. Ja. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ze kunnen waarmaken wat we allemaal hebben gezien. Daar heb ik op zich wel vertrouwen in. En als dat zo is. En weet je, je moet er inderdaad niet ingaan voor misschien het verhaal. Maar wel gewoon dat het super tof is om al die planeten en zo te gaan bezoeken. Met allemaal hun eigen zwaartekracht en weet ik het wat. Dat wordt natuurlijk gewoon wel spectaculair. En daardoor ben ik er ook wel nieuwsgierig naar. Oké, okay. jij bent natuurlijk ook met BioWare. Uh... Ja opgegroeid, zeg maar. Dat, ja. zijn, dat zijn echt characters. Ja, dat zijn masters inderdaad. Ja, daar vergelijk je het altijd mee... als het een RPG ja. is in die... Uh, in dat stukje genre. Dat is een RPG, ja, niet, ja, ja, ja. RPG zou ik niet zo snel mee vergelijken, maar inderdaad. Nou. En ja. heb je ja. No Man's Sky gespeeld, uh, Ali? Sorry, wat zeg je vooral nieuw? No Man's Sky? Nee, heb ik niet gespeeld. Nee. Okay. Wel stukjes... Uh, mijn vriend heeft het gespeeld, wel meegekregen... Hm. maar dat was helemaal in het begin... En hij heeft hem daarna ook nooit meer opgepakt. Dus ik kan ook niet zoveel zeggen over de huidige staat oh ja. van ja, de game. Ja, dat is ja. inmiddels wel wat, uh, wat aangepast inderdaad. Ja, daarom. Um, ja, daarom. Op, er was nog een comment uh, en die ging was meer over uh, Florian en zijn VR uh, uh, verhaal van vorige keer. Uh, okay. dat, deze is van uh, dafre81. Het is de uh, one and only. Uh, die zegt uh, wederom leuke pauwpraat voor mij. Vijf sterren. Uh, ondanks de twee uur, die net iets te lang lijkt voor Florian. Trouwens, hier een tip voor Florian: check eens de DPVR E3, E4 bril. Ik heb hem zelf nog niet. Ik wacht op de Quest 3 om te vergelijken. Maar ik zie heel veel positieve reviews. Vooral dan over de comfort en het beeldkwaliteit door de DisplayPort. Had je die al op je radar? Uh, Oké. Okay. De DPVR. Nee. E4-bril. Maar is, is DP VR dan ook echt DisplayPort VR? Dat zou best kunnen, hmm. ja. Oké. Okay. Nee, nee, nog niet gecheckt. Dus uh, bij deze ga ik dat, uh, ga ik dat checken. Ja. ja, dat is ja, wel we we had echt zo'n lang lijstje in. Dan stond die no. er nog niet eens op, joh. Ja. <laughs> man, er stonden er zoveel niet op, echt. Dus van een bam. En, en, ge het, ja, en er, gebeurt, er gebeurt een hoop in, uh, in VR-land op het moment. Dus uh, ja, Schrijven. nee, ik, ik zal het eens checken. Thanks. Oh, oh, wacht, nee, dat is gewoon een uh, webshop. Unbound is een webshop. Ik zocht op die, uh, die bril, maar je kan hem dus wel. Ah. Uh, hij is. Uh, even kijken. 380 euro. Als ik het zo dat een is, beetje snel uh, bekijk. Dat is niet veel, nee. nee. Oké. Okay, oh, nee, cool. dit, e, dit is de E3. Oh, de E4. Hey, is... Hey. Huh? Ik nee, wil nee, wel nee, zeggen, nee, dat nee. is net een, een eentje te veel, die E4. <laughs> ja, de, <laughs> de, dus de is E4 ook E3. Is, uh, is 530 euro. Oh, wel interessant. Oké, okay, nou, dankjewel voor de tip. Cool. Um, Zeker. Da, DaFRE81. The one and only. Um, <laughs> ik had nog een, een leuke comment. En die is van uh, Berat. Die zegt: uh, Vroeger kocht je een game en daarmee was de kous af. Net Berat, op... met, uh, Gerard met een G, zeg maar. Berat. Uh, B, bedoel ik. Oh, oké. Okay. Dus zeg maar een kruising tussen een beer en een rat. Nee, het is uh, gewoon volgens mij zijn naam: Berat. <laughs> Berat. 56. Oké, okay, top. Dus die zegt vroeger kocht je een game en daarmee was de kous af, net zoals je een boek koopt eigenlijk. Nu lijken veel games eerder op abonnementen dan losse producten met games as a service, day one patches en continue updates. Uitzonderingen als Zelda en dergelijke dagenlaten. Twee voorbeelden, toevallig beide uit 2006: Hitman Blood Money en Sid Meier's Railroads. Dat zijn zulke toffe games die je eindeloos kunt spelen. Vooral Hitman heeft een goede balans tussen gameplay en storytelling, zie de laatste missie. Maar wat ik mij afvraag is hoe jullie hier als insiders naar kijken. Is dit een goede ontwikkeling, dus van een finished product naar een abonnementstructuur, of was vroeger alles beter? Want voor mijn gevoel wordt dit als excuusgevoel gebruikt om halfslachtige games te slijten aan de nietsvermoedende consument. Dankjewel Berat ja. voor je leuke vraag. We hadden er net al een beetje over filler en dat soort games hebben wel heel veel van dat soort uh, onnodige quests zeg maar. Maar Skyrim op... is toch wel een beetje van voor die tijd. Van... Skyrim is eigenlijk ja. ging ja. al een beetje die kant op, want Skyrim had, nee, dat was Oblivion. Oblivion had volgens mij de eerste DLC ooit. Dat was een, uh, een paardenarmer die kon je dan kopen voor een. Paar oh vijferen. man, ja, dat was, dat was Maar crafting. dat is toch geen DLC. Ja. Dat is toch gewoon weer een cosmetic. Dat... Dat, dat, ja, dat noemden ja, ze vroeger wel DLC, dat klopt. Ja, dat ja. was DLC. Mm -hmm. ja. Dat was inderdaad, mm -hmm. later is dat vervormd ver, 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 tot een cosmetic. Uh, maar goed, zij stonden echt aan de, aan de voorfront van dat soort ideeën. Dus dat was ook eerst eigenlijk een beetje het begin van uh, Games as a uh, gaas, Games as a Service, wat dat betreft. Uh, maar ja, de, de, veel van dat soort games zijn inderdaad. Ik vind het niet zo heel veel boeiend. Ik bedoel, Destiny 2 speel ik nog altijd wel heel veel. Maar games zoals Assassin's Creed Valhalla bijvoorbeeld... ook echt continue updates krijgt... en eigenlijk een soort van levend iets is geworden. Ja, dat je ook seizoenen in de game hebt... dat vind ik eigenlijk persoonlijk best wel tof, hoor. Ja? Welke game jij dan die dat goed doet, zeg maar? Destiny doet het heel erg goed... Ja, die dus, heb ik al genoemd. Die, dus die ook free-to-play. Maar ik vind, ik vind ook dat Valhalla dat best wel goed heeft gedaan. Omdat je dus, als je op een ander moment in het jaar de game opstart... dat er dan ook gewoon in, in de spelwereld zelf andere dingen gaande zijn. Mm -hmm. um, waardoor ja. het echt wel een soort van iets, iets is waar je gewoon naartoe kan blijven gaan. Um, het hangt toch ook af van wat je van je games verwacht, weet je? Want als je echt iemand bent die een game koopt en daar vet hard op wil gaan voor, voor maanden achter elkaar aan of zelfs jaren, dan is dit best wel uh, chill. Maar als jij iemand bent die van ik wil een game spelen en uitspelen <kijst> en dan wil ik door naar de volgende game, ja. dan zijn games as a service services niet echt jouw ding of zo. Nee, nou goed. Maar bijvoorbeeld Animal Crossing doet het ook heel erg goed. Uh, die doet precies hetzelfde ja. eigenlijk. En, en <kijst> dat houdt die game juist heel erg houdbaar. Um, want ja, laten we eerlijk zijn. Op een gegeven moment ben je er ook wel een beetje klaar mee. Met, met het Animal Crossing. Um, maar niet als je dus elk seizoen. een soort van nieuwe dingen. op je eilandje kunt vinden. En, en toe kan voegen aan je huisje en zo. Dus er zitten best wel positieve dingen aan vast. Alleen, ja, het is wel een beetje wat Beer dat ook zegt. Soms is het een. Ik denk niet dat het echt een excuus is. Ik denk dat het meer. Inherent is van hoe ontwikkeling tegenwoordig gaat en hoe, welke druk erachter ja. zit. Vanaf mm -hmm. de, de publisher zijde, is dat uh, ja, ontwikkelaars worden vaak onder druk gezet om het zo snel mogelijk af te, te maken. En als dat gewoon niet goed wordt geleid, dat die, die, die agenda's en, die, en, en de organisatie. En dat is bijvoorbeeld een groot goed voorbeeld daarvan, is uh, Cyberpunk. En dat was gewoon niet goed geleid hoe dat uh, allemaal uh, zat. En ja, dan uh, kom je enorm in, in de problemen. En dan maar, heb je te maken met krachten die gewoon ja, niet te houden zijn. Maar dat is ook geen game as a service game, toch? Weet je, dat is een day one patch... en dan heel veel patches daarachteraan. En dat is inderdaad kwalijk. Dat ja. er gewoon niet meteen een goed product staat. Maar sommige games, inderdaad zoals Animal Crossing... maar ook Diablo 4 dan nu... dat leent zich juist heel erg voor dat model... Nou, zodat je de focus ook kan leggen op die endgame. Dat je daar ja. meer in te doen blijft houden. En dat is wat anders dan, in mijn optiek, dan een Day One Patch of een DLC. Hè? Want ja. een single player game kan gewoon afgeleverd worden en alsnog later DLC krijgen. Het is maar dat je je game presenteert, inderdaad. Want uh, Diablo 4 is inderdaad gemaakt voor nieuw content en, en, en steeds. Uh, ja yeah. yeah. terwijl uh, PlayStation die brengt nog steeds heel veel gewoon op zichzelf staande complete games af. Ik bedoel, God of War heeft de vorige God of War heeft niet eens DLC gekregen bijvoorbeeld. Mensen dat best wel verwachten. Ze hebben gewoon een nieuwe game van gemaakt van de DLC die ze eventueel bij hadden kunnen doen. <laughs> en dat was dan yeah. God of War Ragnarok. Dus het is maar net hoe je games presenteert en PlayStation nog steeds wel heel erg bezig om gewoon complete producten af te leveren die ook niet zo heel veel updates krijgen. Heb ik het idee. Nou. Ja, Nintendo, hetzelfde, ja. ja. Maar dan heb je de EA's en de Ubisoft's. En dat zijn meer van die beursgenoteerde bedrijven... die inderdaad heel veel druk van uh, aandeelhouders hebben en dergelijke. En die zijn al vrij snel naar dat Games-as-a-Service-model gestapt... omdat het gewoon logisch is, financieel gezien. Het is niet echt een, een creatieve, uh, hoe noem je dat? Een, een creatieve beslissing geweest voor veel van die bedrijven, denk ik. Gewoon van oké, okay, het makes sense om als je zoveel geld in een, in een product uh, stopt, dat je daar uh, steeds updates aangeeft en op die manier je geld terugverdient. En microtransactions en al die, dat soort zaken. Dus ik denk dat ja. Het, voor mij is het niet een hele chille, een chill iets, omdat ik omdat ik die business daarachter zie heel erg. En ik vind het een beetje jammer als je. Een game op start en je krijgt meteen een scherm van: hé, hey, kijk dit is allemaal shit dat je kunt kopen, wil je dat hebben, wil je het hebben, koop dan, koop dan. Ja. Uh, dat, ja. Dat hele aspect ervan vind ik niet zo heel chill. Dus dan heb je toch liever, weet je, zo'n compleet product als PlayStation. Oh 4 ja, Wouter. En The Sims dan? De Sims yes. is de grote <laughs> uitzondering <laughs> op dit hele verhaal. <laughs> maar Want dat ja, gaat ook. Het is ook echt een levende wereld met echt ik levende denk, characters. Ik denk ook niet. Dat, ik denk ook niet dat je het moet zien dat dat, dat soort content en dat soort uh, store items eigenlijk, hè, dat, daar praten we uiteindelijk om, dat, dat mensen dat ze graag willen dat mensen dingen kopen. Uh, dat je dat moet zien als de core business van een game. Het is vaak wel onderdeel van een game. Um, en, en gelukkig zijn er gewoon wel steeds meer. Eigenlijk, elke ontwikkelaar die daar zich daarmee bezighoudt, die, uh, die zorgt er wel voor dat het over het algemeen cosmetisch blijft um, wat je kunt kopen. Uh, wat, wat je bijvoorbeeld met Star Wars Battlefront 2, was dat toch? Had, ja, dat ging niet zo lekker. Ging niet zo die goed. ging review en toen op een gegeven moment kon je. Dat was gewoon letterlijk pay-to-win uh, dingen. Dat, dat was mm. natuurlijk schandalig, maar dat zie je gewoon wel steeds minder terug. Maar bijvoorbeeld, wat er in FIFA gebeurt, die voetbalgame. Ik weet dat ik te maken heb met mensen die er echt nooit naar kijken. die voetbalgame. Hij vertelde het voor ons, dank je. Ik heb het laatst helemaal afgekeken, dus ik weet wat voetbal is. Ja, maar dat is gewoon schandalig eigenlijk, wat daarin gebeurt. Dus. Ja, ik denk ja, maar wel... En Blizzard het... heeft er ook een handje van. Die hele Diablo, uh, de mobile games, schijnen ook echt afgrijzeld. Ja, inderdaad, dat. ja. ja het, 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 zeker in mobile games is het nog wel echt gewoon een soort van... Zeker. Mens, mensen die, die verwachten het er ook wel een soort van. En daar wordt ook weinig pushback op gegeven. Ja, ja, ja. Mensen ik, accepteren het in mobile. Ik vind wel maar. in potentie is, is, zeg maar, games as a service heeft Voor heel veel type games is dat best wel, best wel interessant. Ook bijvoorbeeld Forza Horizon heeft dat heel goed gedaan. Um, er zitten best wel gewoon echt goede voorbeelden van, van hoe, hoe leuk dat kan zijn. Maar ja, vaak goed. zijn het wel free-to-play games inderdaad. Maar, maar waar... zie dat was Forza dan volgens mij niet. Hè? Die base game die was gewoon volprijsd. En volgens mij was elk stukje daarna ook gewoon echt best wel duur. Ja, maar er komen wel zo'n soort van echt van die reclames in voor. Zo van. hé, hey, hier: uh, dit gebied hier heb je nog niet ontlokt. Dan moet je even uh, voor betalen als je dat wil hebben. Dus het is wel een beetje wat dat betreft: Ja, uh, yeah, game as a service. Ik tenminste, in Forza 4 ook. Ja. In Forza 5 heb ik wel minder gespeeld. In Forza 4 kwam ik vaak terug. En dan krijg ik meteen zo'n scherm in mijn face Van Hé, hey, dit zijn allemaal nieuwe shit. wat je even hmm. iemand zou kunnen proberen. Als je ja, oké, okay. ja, dat, dat heb ik nou. niet meegemaakt. Maar ik, ik, weet, ik, ik wist wel dat je eigenlijk gewoon continu. Dat je dacht van oh, morgen is er weer wat anders gaande in deze wereld dan vandaag. Dus ja, dan heb sowieso, je wel een beetje ja. het idee van: oké, okay, het is nog wel een beetje de moeite waard om gewoon nog eens een keertje een kijkje te nemen als het, uh, als het mij aanspreekt. Dus en dat... ook daar heb je inderdaad seasonal events zelfs. Ja. Uh, dus dat zijn echt events die je nu kan doen. En als je ze nu niet doet, kun je ze echt pas over een paar weken weer doen. Dus uh, ja, het, het zit daar ook in. Ja. Nee, dankjewel voor de leuke vraag, Berat. Um, uh, en, en dat waren de comments van de week. Um, Wauw. We hebben. Het net over een half uur, joh. Wat een gekke huis. We Alleen hebben net onder een half uur. We hebben, ja, nou nee, goed. Inmiddels hebben we zoveel. We hebben nog het rectificatierondje. En, en de vijf sterren-recenties van de week. Maar misschien moeten we oh, daar wow. gewoon even heel snel. Heen gaan. Heb je weer een vier-sterren recensie bij de vijf-sterren recensie? Nou, inmiddels, ik wilde het eigenlijk even overslaan vandaag. Maar tegelijkertijd worden we een soort van geblackmailed in de recensies. Dit is ook wel weer grappig. Zit in die voorlijst? Gegeven ik dan drie sterren? Iemand die heeft namelijk gezegd: shi hi J, W, die zegt een vijf-sterren podcast. Totdat ze de eerste tien minuten van de podcast gingen besteden aan het lezen van podcast-reviews. Dat wordt voor mij iets te zelfreventieel. Dan ga ik wel Game Kings luisteren. Met een smiley. Okay. Dus uh, nee, sorry. Dat wordt, uh, wordt aangewerkt. We gaan het gewoon wat minder vaak doen. En wat sneller. Maar er is, ik, ik vond dit nog wel leuk. Die, die zegt vier sterren. Maar jullie krijgen vijf sterren als er een rubriekje komt waarin Tjirt met zijn excellente stemgeluid en sublieme articulatie allerlei willekeurige zinnen voorleest. Met gevoel voor intonatie. Bij voorkeur door lezers ingestuurd, zoals: Sla de bel met een grote hamer. Japan moet schier overnemen. Ik, ik weet het niet, maar goed. Um, <laughs> uh, Japan moet schier. Daar ik... nou hadden we het vorige keer nog over. Dat ja. was. Je vergeet gewoon wat we zelf zeggen ja. allemaal. Ja. Maar goed, we moeten dus nu uh, moeten dingen doen om de vijf sterren te verdienen. Oké, okay, laten we het nu maar laten hoe, wat het hoe, is. hoe zeg je dat altijd? Inderdaad, u vraagt, of, wij draaien, zo Oh dus? ja, u vraagt, wij draaien, ja. Ja, toch? Hey, ja. maar het is, het is toch vrij logisch dat we vragen om vijf sterren recensies, want dan worden we beter gevonden en beter beluisterd en beter, uh, ja. En dat ja, is, maar ik voelde me toch wel een beetje betrapt, soort van. De, ja, ja. <laughs> uh, ik, ik zag trouwens wel op de podcast-app van Spotify dat, uh, dat we 4,8 sterren daar hebben. oh ah, wat wow, een netjes. Wow. Wow. So, maar daar kan je dus ook uh, sterren achter laten. <laughs> dat is oké. Okay. Dat ja, niet subtiel. <laughs> Doe het maar wel, zou ik zo zeggen. Ja, het wordt zeer gewaardeerd. Oké, okay. ja. um, laten we uh, verder gaan met um, uh, wat we gespeeld hebben. En Florian, dan mag je eindelijk losgaan over Final Fantasy XVI. Ah, het is best een leuk spelletje. Je hebt hem een, een, een award gegeven. Uit. Hij heeft hem wel helemaal uitgespeeld en, en iedereen is hem nu aan het spelen. En dat had, dat, had dat is wel nemen. waar, inderdaad. Ja, nee, ik, ik kreeg hem inderdaad vrij vroeg. Tweeënhalve um, week of zo voor release geloof ik. Ja. Dus ik, ik kon hem echt lekker uitgebreid spelen. En inderdaad, toen ik de review had ingeleverd, toen had ik de credits voorbij zien rollen. En dat was in mijn geval uh, een kleine 60 uur. Why? Dus ja, flink wat tijd ingepompt. En uh, wat ik in mijn review ook al zei, het is niet helemaal um, soort van de next-gen ervaring die ik had gedacht of die ik had gehoopt. Um, en daar moest ik wel eventjes op het begin een beetje doorheen prikken of zo. Um, en dat kwam ook omdat. Um, die makers natuurlijk vol bombardie van tevoren hadden gezegd dat hij geen day one patch nodig heeft. Uh, en dat, dat gaf bij mij ook uh, bepaalde verwachtingen dat ik echt het meest gepolijste spel ooit zou gaan spelen. Um, en vervolgens is de framerate gewoon niet goed. Oh, dat uh, is, en, en, is misselijk maken joh. Ja, dat is, dat is echt... Maar alleen boom. in bepaalde gedeeltes. Als je echt, mm, als je echt in een, uh, in, in een vechtachtig... Uh, uh, ...situatie terechtkomt in, in battle. Een vechtachtige situatie. <laughs> <Ja>. <laughs> het, het is, het is een, beetje, een beetje een gekke game technisch gezien of zo. Want ik heb natuurlijk ook die Digital Foundry video ook zitten checken. Um, en het is wel duidelijk dat die, die performance mode... ...is een beetje een soort van achteraf gedachte geweest of zo. Die game is echt gemaakt voor 30 fps. Uh, en achteraf hebben ze gedacht van... ...oké, okay, we moeten ook nog een soort van performance mode hebben... ...want mensen vragen daarom. Uh, en toen hebben ze gewoon eigenlijk een beetje die cap ontlokt. Um, en dus draait hij ergens tussen 30 en 60. Dat is niet chill. Um, maar in battles, gek genoeg, uh, dropt de resolutie flink. En dan gaat die framerate echt flink omhoog. Uh, en dan draait hij wel weer aardig op 60. Dus je merkt het eigenlijk vooral als je gewoon door de wereld heen loopt. Uh, en ook daar is het heel erg afhankelijk van. Is het een grote open ruimte, dan uh, dipt die ja. framerate heel erg. Als het een beetje tunneltje, tunneltje is, dan, dan gaat het wel. Um, er is ook nog uiteindelijk dus wel een day one patch gekomen. Um, en die uh, fixt het een beetje, maar het is zeker nog niet opgelost. Ze dus, zaten uh, dus van ja. de, de hoofd van de toren te blazen dat ze geen day one patch nodig hadden. Maar die is wel gekomen. Maar niet op day ja. one ofzo. Uh, wel ook op day one. En dat kwam door, um, er kwam een demo uit van de game. Uh, en daar kwam feedback op terug. En toen heeft Nauke Yoshida heeft gezegd: van oh, oké, okay, dan, dan gaan we alsnog een Day One patch doen om die frame rate aan te passen. Verde. Maar dat heb ik in mijn ze review... het zelf niet gezien. Ik snap daar Precies. geen reden van. Ja, uh, en dat heb ik ook in mijn review gezegd. Van, had er nou niemand even de ballen om Yoshida-san even met zijn gezicht tegen de monitor aan te, aan te duwen? En te zeggen: van jongen, dit, dit kan niet. Uh, en misschien is het een, een trots dingetje of zo in Japan. Ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat bij iedere andere studio men wel had geschreeuwd van... ...what the fuck, dit is echt niet oké. Okay. Uh, het is daar niet gebeurd. Ik weet niet waarom niet, maar het is niet gebeurd. En uh, ja, het is, het is helemaal raar dat ze daarna inderdaad zo... ...of hè, daarvoor zo hoog van de toren blazen. Van, uh, hij is perfect gepolijst. En uh, we willen dat iedereen dat kan spelen zonder dat je een internetverbinding hebt. Enzovoort, enzovoort. En vervolgens is het gewoon niet goed. Ja, dan ga je gewoon op je bek. Maar goed, weet je, laten we het even over de game zelf hebben. Technisch is het dan inderdaad niet perfect. Uh, maar de game zelf is heel erg vet. Uh, het is een hele duistere, rauwe Final Fantasy. En daarmee doel ik vooral op het verhaal. Uh, en de characters. Um, het is heel, um, ja, heel heftig allemaal. Het is heel on-Final Fantasy achtig zelfs. Uh, en dat is cool. Het is verfrissend. Um, de character is een ontzettende badass. Maar hij heeft heel veel. ...haatgevoelens vanuit zijn jeugd. Uh, er gebeuren allemaal ingrijpende dingen... ...en die kan hij op meesterlijke wijze gebruiken in de battles. En het battlesysteem is echt... Klinkt als Persona trouwens. <laughs> ja, dat heeft inderdaad wel iets weg van Persona inderdaad. Uh, maar die battles die hebben juist weer iets weg van Devil May Cry. En dat komt ook omdat die, die guy die... Um, uh, ...die vechtsysteem van Devil May Cry heeft ontworpen... ...die heeft dat dus nu ook gedaan voor Final Fantasy. Het gaat heel erg snel, het is volledig real-time... Um, en daarbij kan je on the fly kan je switchen tussen je magical powers. Um, en dus kan je een soort van, ja, een beetje Devil May Cry-achtige combos maken. En wauw, dat is echt spectaculair um, Dat is, uh, ja, misschien wel het, het vetste van de game. Buiten de hele presentatie natuurlijk, want het is een Final Fantasy game. En bepaalde dingen zien er echt stupid pretty uit. Gewoon, holy shit. Uh, en daarna kan je wel echt zien van, oké, okay, weet je, ze hebben op een gegeven moment die PlayStation 4 laten vallen. Uh, en toen konden ze losgaan met bepaalde dingen. Uh, en er zitten bepaalde battles in. Weet je, die icon gevechten. Die summons eigenlijk. Uh, en dat is zeker niet mogelijk op de oude consoles. En ik heb zelfs, en ik, ik zal niet spoilen welke battle het is... maar er zit een eindbaasgevecht in deze game. En dit is serieus de aller, allervetste eindbaasbattle... die ik ooit heb gehad in een game. Oké, okay, hoeveel, uh, moet, hoeveel okay. uren moet ik erin stoppen voordat ik daar kom? Uh, ja, wel flink wat. Ja, ja, wel echt, echt flink wat. Maar ik, ik wil niet echt spoilen hoeveel, want dan weet je ook. Waar. Maar goed, maakt niet uit. Maar dat is echt een battle. Het duurt ook echt lang. Er zitten verschillende stages in. Uh, hoe dat in beeld komt, het is zo bombastisch allemaal. Uh, ik was buiten adem daarna. En het, het duurt ook echt een kwartier of zo in totaal. Wat een spektakel. Holy shit. Um, dus ja, wat mij betreft, een terechte gold award zeker. Maar het was wel eventjes een soort van wennen of zo. Er is uh, best wel het, wat, wat gedoe om, om zeg maar de, het aantal cutscenes wat je erin hebt. Um, dat het too much fantasy, is, zeg maar. Het ja. okay. kan nooit erger zijn dan Metal Gear Solid 4. <laughs> <Kan maar niet laughs> okay. ja, dat is nog steeds toppunt, denk ik. Of was er nou drie? Nee, twee. Nee, nee, vier. Die had er eentje, geloof ik, een filmpje van anderhalf uur of zo. Ja, kom maar. Kwartier, kan even ik Dat is <laughs> ja, dan... crazy. Kun je dan pauzeren en dan hem uitzetten en verder. Nou nee, goed, maakt niet uit. Okay, je kunt wel maar... skippen. Ja, ja, anderhalf uur skippen. Wat heb je dan allemaal gemist? Ja, ja maar de ja, vraag is. Ja. Het is ik een super game, je hebt helemaal niks gemist. De grote nee, vraag ja. is natuurlijk: Kun, je, je, dit, kun, kun je deze cutscenes skippen? Uh, of, ja, ja, ik bedoel, je, je kunt time time ze skippen, ja. technisch gezien. Ja. Maar ja. denk je van. Nou, het staat ook prima. Ik heb namelijk uh, een, een, een artikel gelezen over een guy die zei van ja. Elke keer als er weer een stuk verhaal kwam, dan zat ik echt zo van: Jezus, ik wil gewoon battelen. Ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon weer de actie zien. Want dat is zo vet. Uh, ik, ik ben het gedeeltelijk met hem eens. Het, het soort van het hoofdverhaal, de, de rode draad ja. door de game heen. Die vind ik heel erg cool. Um, daar zitten verschillende lagen in. Er zitten wat plot twists in. Uh, en dat vond ik allemaal heel erg goed te volgen ook. Um, dus ja, dat vond ik echt wel een tof verhaal. En dat heb ik ook in de review gezet. Alleen, um, en dat heb ik niet heel erg verder uitgelegd. Er zitten wel, en dat is ook typisch Final Fantasy-achtig. Beetje Japans ook. Uh, er zitten heel veel zijtakken in het verhaal. Um, en, en die zijn echt heel typisch Japans vaag. Um, dat ik op een gegeven moment ook, weet je, op een gegeven moment zat ik in een soort van, um, je hebt ook sidequests uh, en daar zat dan een, een, het was een beetje een serie van sidequests. En dus had ik, weet ik veel, vier, vijf sidequests en ik was op een gegeven moment echt, ik was een paar uur was ik bezig en ik dacht op een gegeven moment, wat ben ik aan het doen? En ik, ik kon me echt werkelijk niet bedenken wat ik in godsnaam aan het doen was. Het was gewoon een of andere cut -fetch quest ook. Uh, maar maar dus, dat zit er zeker wel in en... Ja, wat ik zeg, op de een of andere manier... die Japanners die houden van die hele vage soort van zijtakken of zo. En het, het heeft helemaal niks te maken met het hoofdverhaal. Je hebt er ook niet zoveel aan. Uh, en ja, dat, dat zit er nog steeds zeker in. Dus het is niet allemaal even boeiend. Maar gewoon de, de, de main story, om het maar zo te zeggen... vond ik wel echt heel vet, hoor. Ja, ik heb het begin ook gespeeld. En ik was eigenlijk een beetje bang voor, voor die ultieme vaagheid. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. En wat ze ook goed hebben gedaan... is je hebt zeg maar, op de touchpad, als je daarop klikt... Ja. Uh, dan krijg je een soort van achtergrondinformatie over uh, wat er gaande is. Dus Klopt. zelfs in een cutscene kun je op, uh, op dat ding klikken. Ja, op Dit, ieder moment. Ja. Het is een beetje. Als je uh, in Amazon Prime. Als je dan op pauze oh, drukt. Ja, dat ja. is echt zo'n ja. chille functie. Dan kan je gewoon ja, zien ja. welke acteurs er in de scène zitten. Je kan erop klikken. Wat, oh, dat is een beetje hetzelfde. En dat vond ik echt, echt super chill. Omdat je dus. Uh, dan, dan, dan zit je dus in een cutscene en dan, uh, dan kan je dus zien: van oh, uh, we hebben, ze hebben het nu over Rosario. wat the fuck is dat nou weer? Dan kun je gewoon ja. Kingdom of Rosario of uh, Dukedom of wat dan ook. Oh, dat doen we nee, over, ja, dat doe ik ook. Denk is... aan uh, Game of Thrones uh, Blu-ray. Die had dat ook. Die had zo'n functie: dan kon je gewoon als uh, uh, zeg maar in elke scène kon je zo'n zo hut oproepen en dan. ...kon je precies zien over welke locaties ze hadden... ...over welke mensen het hadden... ...en dan klikte je erop en dan kreeg je gewoon zo'n samenvatting... ...van alles, zeg maar... ...in die hele serie. Volgens mij hadden we dat... Uh, ...seizoen 1 van Game of Thrones... Okay. ...op, op Blu-ray. En die had Chill. ook echt... Dat is super handig, want ja... is super dense verhaal... ...en heel veel achtergrond lore... ...en, en het, het ja. is natuurlijk gebaseerd op een boek. Dus dat klinkt wel uh, handig inderdaad voor Final nou ja, Fantasy. Het, het, I use that. <laughs> zeker. Het, het coole vooral vond ik daarvan is dat uh, ze noemen het active time lore trouwens. Um, en dus inderdaad als je meer wil weten over de lore dan kan je daar steeds induiken. En dan krijg je dus meer informatie over wat je op dat moment aan het doen bent of waar je bent of weet ik veel wat. Maar wat ik vooral cool vond eigenlijk uh, is dat normaal gesproken in RPG's word je echt doodgegooid met weet ik veel briefjes die overal liggen. Uh, en dan krijg je meteen krijg je die tekst voor je. En eigenlijk, ik klik het eigenlijk altijd weg. Uh, ja. Tenzij ik het echt super vet vind of zo wat ik aan het spelen ben. Dan, dan wil ik het misschien wel horen. Vaak begin ik er ook wel heel cool mee. Van hey, ik wil alles lezen. En dan yeah. na een paar uur dan denk ik van ja, flikker op. Weet je. Ja. Uh, ja, maar dat mij, zitten dus. Maar, uh, twee games ja. of zo waar ik alles heb gelezen. En dat is volgens mij The Last of Us en, en Dragon Age ja. Inquisition. Daar heb ik alles voor gelezen. Precies. En ook, ik ben of Fantasy fan. Maar dat zeg ik op een gegeven moment. Er zitten zoveel vage dingetjes in dat. Ik hoef echt niet alles te weten. Uh, en normaal gesproken kom je dat dus soort van altijd wel tegen. Uh, en nu zit het er weinig in, omdat ze hebben alles in die active time log gestopt. En dus je hebt een beetje de keuze of je dat wilt checken of niet. Um, dus ja, fijn. Een het goede, is chill. Goede actie dat. Weet ja. je wat ik uh, wat ik daar ook wel, wel tof aan vond, omdat je dus in het begin, um, ja, soms vind ik het wel irritant als ik een Final fantasy speel. Ik ben niet zeg maar zo'n grote fan als jij. Dat ik denk van. Ik, ik, ik ben een beetje. overweldigd door deze game. Want er de, de, de zijn dialogen en er worden dingen uitgelegd. Maar eigenlijk denk je van. Oké, okay, maar wat is dit dan precies? Weet je? En, en heb ik dit al moeten. Moest ik dit al weten, zeg maar. door wat ik eerder heb gezien? Of is dit gewoon iets wat ze later uit gaan leggen? Dat is een beetje het, het, het hele. Voor mij altijd een beetje de valkuil, ja, zeg maar. Dus dan hebben ze het ergens over en dan denk ik van... Um, moet ik dit weten omdat wat, ik dan de vorige games dat, ja. of zo heb gespeeld of wat dan ook? Of, uh, of gaan ze dit later uitleggen? Uh, ja, ja, dat, dat, niet, dat, want... dat eerste is eigenlijk nooit zo. Nee. Uh, want, het, want het zijn eigenlijk altijd op zichzelf staande dingen. Ja, maar die crystals um... bijvoorbeeld... Dat is wel, dat zit ja, is, is wel eerder in Final Fantasy games, toch? Ja, maar dat heeft niks te maken met de crystals die hierin zitten. Het heten alleen ook crystals. De Mother Crystals. Chocobos. zitten er ook weer chocobo's ja. in. Ja, Daar er zitten zeker check. chocobo's in. Ja, zeker. Ik ook niet te weten. Ja, <laughs> nee, maar goed, maar dat nee, maar ja. het, het speelt zich wel af gewoon natuurlijk in het universum van Final Fantasy, maar het zijn wel echt op zichzelf staande dingen. Als je nog nooit een Final Fantasy game hebt gespeeld, kan je prima 16 spelen. Ja, en die Active Time Lore werkt dus ook best wel goed, ja. Ja. Wow, nou, een 90 dus. Ja, fed uh, game man. Oh. En, en kan je daarna is er nog een New Game Plus of zo? Wat, uh... ja, ja, er is ook nog een New Game Plus. En uh, het roept me, kan ik je melden. Uh, en het komt vooral ook omdat. Ah, dat hebben ze ook echt te cool gedaan, gewoon die fuckers. <laughs> um, in, het, in de eerste playthrough, zeg maar, uh, heb je een level cap tot 50. En in New Game Plus gaat je level cap naar 100. Dus dan kan je weer veel verder schalen, zeg maar. Dus dat is sowieso al cool. Uh, maar daarnaast, en dat is, dat is echt helemaal tof. Er zitten gewoon andere vijanden in je new game plus. Die gewoon niet oh, in ja. uh, de normale game zitten plus dat um, ze hebben zeg maar de plekken waar vijanden spawnen bijvoorbeeld veranderen en. Um, en dan zijn het ook andere vijanden. Dus ja, je tweede playthrough is qua omgevingen en zo hetzelfde, maar qua battles is het uh, anders. Ja. Dus ja, dit, oh, ik, ja ik. ...ik moet er gewoon nog een keer doorheen, voor fuck's sake. Dat, dat heb ik al eens vaker nou. in een game gezien, inderdaad. Maar ik weet niet meer welke, dat is ...dit is niet zeker mm. niet nieuw. Ik heb, ik weet dat nee, nee, het nee. Is nee. Al... Ik heb het ook wel eens inderdaad wel eens, wel eens eerder gehoord. Ja. Yeah. Um, maar... Dat... ...het gebeurt niet vaak. Maar, nee. het, en, nou ja, goed. Nee, het, het, ja, het zit hierin dus. Uh, er cool. zitten dus echt ja, andere, andere dingen in. En ik moet ook zeggen dat... ...ik, ik heb de game uitgespeeld... ...en ik, ik was op een gegeven moment ook wel echt een beetje klaar met het verhaal. En na 60 uur dat dacht ik van... ...oké, okay, I'm done. Um, maar het battlesysteem blijft vet. En als ik dan hoor van, ja, weet je, de, de vijanden zijn echt een stuk moeilijker. Het zijn nieuwe vijanden. Ja, dan denk ik, ja, jezus. Dan word ik wel weer echt getriggerd om het <laughs> nog een keer te doen. Ja. Okay, so. dus je maar hebt... ik ga dan wel inderdaad al die cutscenes skippen. Ja, zeker. <laughs> ja, dat snap ik. Heb je, heb, heb je nu alleen maar Final Fantasy gespeeld de afgelopen tijd? Of ook andere dingen? Nee, zeker niet. Um, ik heb ook namelijk... Mortal Kombat gespeeld. Oh ja. Oh fuck ja. Yeah. Mortal Kombat 1, even met z'n allen. Mortal Kombat. Te, 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 nee? okay. Dat is het, <tops> um, het gelijk van Mario Kart, toch? <tops> ja, ja, ja. Oh, dat ook. Okay. Ja, zeker. Mortal maar ja, nee, Mortal Kombat, uh, Kombat 1, um, het was een, een soort van beta. Ze noemden het de, de online stress test. Uh, en het was dus echt bedoeld gewoon om te kijken hoe servers het uh, trekken, hoe het zit met uh, input lag. Met ja, het is van vier personages toch? Ja, vier personages, drie cameo personages. Um, en daar was ik eigenlijk ook het meest benieuwd naar. Uh, het is natuurlijk gewoon een nieuwe Mortal Kombat. Uh, het is precies wat je, wat je, wat je ervan verwacht. Um, maar ze hebben dus nu voor het eerst cameo fighters. En cameo fighters zijn. Uh, het is eigenlijk een soort van uh, een hulpje. Uh, dus je, je kiest je eigen karakter, uh, gewoon zoals je dat altijd doet. En daarna kies je nog een extra karakter, een cameo karakter. En um, die kan je met één druk op de knop, de R1-knop in dit geval. Kan je die oproepen tijdens de battle? Even voor uh, duidelijkheid: dat... die, die, die cameo-characters kun je niet zeg maar, als main character kiezen, toch? Die zijn los van elkaar. Sommige hè? wel. Oh, ja. <clears throat> uh, de, uh, sommige characters die zullen en in cameo en in normaal zitten. Oh, really? Uh, maar, ah. op, maar op dit moment waren het vier normale characters en drie cameo-fighters. Okay. Um, en die cameo-fighters zijn vooral een beetje de old-school-fighters, zeg maar. Dus nu heb je de oude Sonja Blade, Jax en mm, Oude okay, Keno. Um, anyway, dus die Cameo Fighters die kan je oproepen wanneer je wil. Um, met, met één druk op de knop. En dat kan je gewoon doen natuurlijk als je gewoon stilstaat. Maar het is helemaal vet als je dat in een combo doet. Um, dus je kan ervoor zorgen dat die Cameo Fighter een klap uitdeelt in jouw combo. En zodat jij ook een soort van even één seconde hebt om je combo daarna weer op te pakken. Um, plus dat je de combo van je tegenstander kan breken met je cameo. Als je precies op het juiste moment die cameo uh, inschakelt. Uh, dat vergt zeker wat oefening. Uh, maar als het je lukt... Oh mijn god, dat is zo spectaculair, jongen. Um, en sowieso de hele game. Um, het is nu al heel erg gepolijst, vond ik. Het speelt echt super lekker. Het ziet er waanzinnig uit. Uh, en met die cameo. Plus het feit dat um, de combo's die erin zitten... Die zijn een stuk langer dan in Mortal Kombat 11. Uh, en dat samen met die cameo, dat, dat. Oh man, het maakt het zo spectaculair, jongen. Ja. Het enige waar ik wel nog een beetje mee zit is. Um, ik vind dat de movement, en dan heb ik het vooral over het normaal lopen en over het springen. Dat voelt een beetje te langzaam, naar mijn mening. Het is nog iets langzamer dan in Mortal Kombat 11. Um, en ik denk dat ze dat hebben gedaan om die combo's iets overzichtelijker te maken. Um, want anders zou het misschien te snel gaan. Maar daar moest ik wel een beetje aan wennen. Het, het voelt een beetje stroperig of zo. Um, ...plus dat... ...en ik hoop dat ze dat wel kunnen fixen... ...de input lag is te hoog... Uh, en, de, ...en dat helpt ook niet dat natuurlijk... ...het gevoel zeg maar, van je character... ...daardoor voelt het een beetje te sloom... ...daarvoor is een uh, stress test ook toch? Dat ...en daarvoor vindt. is inderdaad een, een stress test... ...dus ik hoop inderdaad dat ze wat met die feedback kunnen doen... ...en dat kunnen fixen... Uh, ...maar voor de rest, ja, ik ben onder de indruk man... Sowieso uh, alle fatalities, die x-ray... Uh, ...moves die er weer in zitten... ...die je dus nu samen met je cameo character doet... Uh, het is nog meer over de top dan uh, de laatste paar Mortal Kombat's die echt al nou ja, ver over de lijn gingen. En zeg maar van <laughs> wat nog een soort van normaal was. Ja, uh, yeah, I love it. Het yeah. is ook raar, want het is, is totaal eigenlijk niet mijn game. Het is super gewelddadig. Ik, ik heb daar niet zo heel veel mee normaal gesproken. Het is een fighting game, heb ik ook niet zo heel veel mee. Maar het is voor mij een nostalgie ding. Um, hè, toen ik 10 jaar was, toen sneakte ik de arcadehal in om een glimp op te vangen van Mortal Kombat. En sindsdien is dat altijd blijven hangen. Daar hangt een bepaalde magie om Mortal Kombat heen. Ik heb het altijd gehad. En nu ik ook, nu ook Mortal Kombat heb gespeeld, het, het, het is nog steeds die lekkere feeling gewoon van Mortal Kombat. En ja. ik heb super veel zin om straks die story mode te gaan doen. Uh, ze, kunnen ze zijn een beetje carte blanche nu, omdat het is een beetje een soort van reboot is. Ja, Aan het ja, einde van 11 wordt Lou Kang wordt een Fire God. En hij kan een beetje de, de geschiedenis herschrijven, eigenlijk. Invullen zoals hij wil. Uh, en daarom heb je ook al die oude characters en weet ik wat. En dus Netherrealm, die, die studio, die heeft echt een beetje ja, carte blanche wat betreft uh, wat ze nu willen met, met het verhaal. En ik denk dat ze batshit crazy gaan. Uh, sowieso, weet je. Scorpion en Sub-Zero zijn broers. En. Het wordt chaos en ik, ik heb er zo'n zin in. Die storylines zijn ook gewoon altijd cool, man. Ze hebben echt ja. uh, de laatste uh, paar games... Nee, sinds Mortal Kombat 9, en dat was een soort van uh, Mortal Kombat... Ja. hebben ze echt vette storylines. In, en in 9 vond ik het nog een beetje een soort van... Hmm, ik weet het niet of zo, maar in 10 en 11 was het fantastisch. Ja, maar het is heel erg cheesy en hammy... maar het is tegelijkertijd ja. ook gewoon awesome en spectaculair... Natuurlijk moet je elke keer weer een excuus verzinnen waarom twee random fighters met elkaar gaan knokken in het verhaal. En elke ja, keer is het weer ja. echt super belachelijk waarom. Ja, maar het is, wel, het is wel super leuk en grappig. En uh, ja, ik, heb, ik heb ook vooral zin in die storylines, inderdaad. En wat voor ja, andere side content ze op het gebied van singleplayer hebben verzonnen. Want ze hadden echt die towers en zo. Ze hadden echt leuk shit verzonnen altijd. En dan had je die ja. hele wat graveyard waar je allemaal shit kon unlocken. Dat ja, de ook crypt. Altijd, uh, de Crypt, inderdaad, ja. Wat? Dat vond ik ook altijd een leuke toevoeging. Dat ging ook Ed Boon die heeft uh, um, heel veel uh, soort van teasers lopen droppen... dat misschien wel Puzzle Combat weer terugkomt. Dat zou ik ook echt oh, fantastisch vinden. Oh, wat de hel, dat is echt... Puzzle geleden. Combat, wat is ja. dat nou ja, weer maar dus, dan? Ja. Puzzle Combat was een beetje een... Ik weet echt... Pff, wat was de laatste Puzzle ja, Combat die weer. dit had, jongen? Jezus, ik weet het niet eens meer. Maar het was een beetje een, een soort van Tetris-achtige minigame... Uh, die je tegen elkaar kon spelen... met een beetje cartoony kleine Mortal Kombat characters... Uh -huh. um, en het was ook super over de top met als jij bepaalde punten haalde, dan deed je een soort van fatality naar de andere kant. En, uh, maar het, het, het werkte heel erg leuk. Het was, het was echt heel erg tof om dat tegen elkaar te spelen. Uh, dus ik, ik hoop ook dat er van dat soort gekkigheid in zit inderdaad. En test your might en, en dat soort Ja, chip. test your might inderdaad. Ja, dat, ja. Dat, ze ja. weten echt best wel veel te doen met die engine en met de mogelijkheden van, van battles, zeg maar. En uh, cheat codes en dat soort shit. En ja, hoe heet dat stage Hidden characters uh, oh en yeah. ja, ai ai ai. Le lekkere spelletjes. Zijn mm -hmm. het Zeker lekkere ja, spelletjes. Zien. Heb jij nog lekkere ja. spelletjes gespeeld, uh, Ali? Ik heb um, na elk vrij uurtje in Diablo 4 I, gepropt. Ja, ja. ja dat uh, kon niet missen, natuurlijk. <laughs> <laughs> ja, wat, speel je, <laughs> wat, wat speel je voor klas? De rook. En ik hoorde okay. dat ik in goed gezelschap was vorige week. Wouter en Chert hadden bij de rook eerst geprobeerd. Ja. Eerst wel, ja. Maar ik speel nu ja. de necromancer. Ja, ik, ja, ik wil hem eerst gewoon uitspelen. Uh, uitspelen voor zover, maar gewoon de, de main story door met die rook. En dan ga ik de sorcerer proberen. Maar volgens mij is necromancer echt nog steeds extreem op. Dus daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Hmm. Maar ja, ik heb een voorliefde voor rooks. En altijd ook uh, melee in rooks. Dus daggers, swords, geen boogschieterij. Gewoon echte rooks, zoals die uh, <laughs> bedoeld is. In up de... close and personal. Zo, uh, so, yeah. <laughs> ja. Steffi, ja. steffi, stealthy. Ja. stealthy ja. En uh, hier die poison traps. En het is gewoon, oh, ja. Zoals ik een rook voor <laughs> me zie. Ik heb zo'n hele class fantasy daarbij ook in, in World of Warcraft natuurlijk. En dit is voor mij echt uh, de rook, zeg maar. Cool. En ja, het blijft gewoon heel erg leuk, de, de gameplay loopen. Geer verzamelen, Zeker. vijanden verslaan. Betere geer, betere vijanden. Enzovoort, enzovoort. En ik vind het ook heel erg fijn nu dat je de loot ook uh, kunt aanpassen. Hè? Met, die, met die perks en uh, met die stads die je dan mee kan nemen. Als je denkt van uh, deze bonus vind ik heel erg fijn. dan kan je die ook meenemen naar andere geer en zo. Oh, dat je hem extract, ja. zeg maar. Die, uh, ja. ja, snap je? Dus het, het voelt nu alles wat je krijgt. voelt daardoor echt wel heel, heel nuttig. En uh, je kunt ook echt heel goed aansluiten op je beeld met de lood en de stad en dingen. Dus je kunt echt meer spelen zoals jij dat wil en alles daarop aanpassen. Zeg maar je gear, je stad je perks. En dat maakt het voor mij ja, heel, heel persoonlijk. Ja. En ja, dat vind, ik, dat vind ik echt wel meerwaarde van deeltje 4 ten opzichte van eerdere delen. Ja, dat ben ik wel met een je eens inderdaad. Dat het is. Ja. Hoe, ver, hoe ver ben je nu dan, Ali, in je ik, eerste playthrough? Ik ben bij Act 3. Ik, uh, okay. ik, ne ik neem er de tijd voor, maar het, uh, het begint nu wel uh, lekker, lekker op te schieten. Um, maar er zijn niet drie acts, er zijn meer. Ik bedoel, een normaal verhaal bestaat uit drie actes, maar misschien is het een Shakespearean verhaal met vijf actes. Volgens wat? mij zijn het vijf. Klopt ja, inderdaad. Precies, okay. ja, <laughs> ja, ja, weet je, je kan, um, het is open world hè, voor het eerst. Dus je komt in de wereld, ja. uh, je doet je intro. En daarna kun je ook gewoon zelf bepalen welke volgorde je die drie acts dan ook doet, zeg maar. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Um, oh, okay. Je kunt overal naartoe lopen, geen laadschermen. Je kunt, um, ja, wat ik zei... Bijna video. geen laadschermen. Nee, als je... wel als je een instance ingaat natuurlijk. Waar ja, ja. hij gewoon het lopen in de overworld is laadschermvrij. Ja, nou. ik vind het dat het zo goed bij Diablo past dat het bijna, ja. bijna raar is dat ze dit niet eerder hebben gedaan. Nee, kijk, je had natuurlijk uh, ja, misschien technische beperkingen, dat weet ik ook niet. Maar dat er wel laadschermen tussen de regio's zaten, in ieder geval. En, ja. en wat daar ook heel erg fijn aan is, vind ik, dat dus alles meeskeelt met je level op dit moment. Hè? Omdat de volgorde waarin je din dingen kunt doen, ja, dit keurig ja. kan zijn. Kun je ook besluiten van, nou, ik ga deze dungeons in. Dungeons in of ik ga dit is eerst eens even doen, world ja. events. Je kan alles gewoon doen wanneer je er zin in hebt. Vond ja, het altijd dat... jammer in, in games zoals Oblivion en um, Skyrim, dat al, al, omdat alles meeskeelde, kwam je nooit een keer in een gebied dat je dacht: van, Oké, okay, ja. hier ben ik echt on the level for. I'm gonna It get this fuck out of here. En nou, dat vond ik in is World of Warcraft altijd dubbel. heel vet. Dat, ja, in World of Warcraft kwam je heel vaak in een gebied. En dan dacht je maar dan, in een MMO hoort het echt. Ja, in een MMO in moet je inderdaad ja. gebieden hebben. Ja, ik, in, in, nou, ik vind, ik vind het niet nou. zo erg op Want kijk, het is, je kunt wel helemaal zelf je difficulty. Bepalen. Hè? Dus het, het, het blijft wel uitdagend, zeg ja, maar. Snap ja, je? Je hebt ook echt wel uh, bossen die ook echt wel moeilijk zijn. Ga ik ook gewoon regelmatig dood. Dus, ja. uh, maar heb je dan niet het gevoel dat je eigenlijk, omdat je je gear en, en alles, je bent aan het uplevelen en alles, maar uh, waarvoor doe je het dan? Want alles kilt toch mee. Dus, ja, maar dan dat maakt het juist belangrijk om steeds, zeg maar, te blijven. Snap je, yeah, omdat, okay. snap je omdat het juist aangepast is? Dus anders loop je misschien ook wel eens een makkelijker gebied in en ben je enorm veel sterker al. En nu ja. sluit het, wat mij betreft, altijd wel heel erg goed op elkaar aan hoe ver ik ben en hoe moeilijk de content is. En, ik boven, het ja, en het bovendien, als je zeg maar. Het is ook zo, sorry Walter. Het is ook, ook zo dat, uh, dat af en toe kan, kan het ook gewoon zijn dat je gewoon een. ...kutbeeld heb gemaakt ja. en dan, dan loop je wel echt <laughs> tegen je eigen ja. uh, fouten aan ja zeker en dan ja. moet je dus echt ja. gaan kijken van oké okay, ik moet nu helemaal ja. gaan rerollen... Ja. en kijken van hoe ik dit beter kan aanpakken want ik ga nu te vaak dood want ja. dat is ook sure. dat is ook het geval ik ben dus op een gegeven moment toen ik was dus die necromancer en toen ik was maar gewoon een beetje aan het klikken op die skills van oh ik ga hey. nu dit doen en ik ging al die eerste oh. skills ging ik helemaal volledig maxen oh, en maar toen dacht ik: Van ik, ik heb nee. zoveel moeite hier. Dit is niet, niet meer leuk. En toen, toen dacht ik: Van nou, ik ga nu eens even kijken. Want volgens mij moet ik me veel meer gaan um, verdelen over uh, de hele ladder. Zeg maar die skill tree. Ja. Dus en toen ben ik daarmee op. En toen ging het echt zoveel beter. Ja, en, maar ik echt met voor stil, hele andere skills ook. Dat je denkt: Van ja, dit, is, mm -hmm. dit, is niet, dit lijkt niet eens meer hetzelfde poppetje. Zeg maar wat, wat, nee. wat ik nu aan het doen ben. Ja, dat is wel heel cool, inderdaad. Hebt, ja, 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 dat is vet. Heel veel verschillende opties voor dat Maar wat, wat ik gewoon jammer vind is dat je in sommige RPG's van vroeger al, ik heb dat al een tijdje niet meer gehad, maar je, stuitte je op een gegeven moment op mijn eindbaas en dan dacht je van: oké, okay, dan ga ik even proberen te pakken. En dan kwam je halverwege achter van: mm, ik weet niet of dit gaat lukken. En, dan denk je van, en als hij echt heel hard verslagen werd, dan dacht je van: nou, dan kom ik hier later wel een keer terug met beter gear en shit. En als je zucht zoiets had van, nou misschien kan ik het nog wel een paar keer proberen, misschien kan ik het wel verslaan, dan ging je gewoon nog een keer proberen. Maar dat gevoel vind ik juist wel vet. En dat ja. kan dan niet ja. bij zo'n scale, een beetje nou, zo'n ja. scale. Uh... Maar, maar, maar dan zit het inderdaad in de dingen die Cheetah nu zegt. Dat of je beeld inderdaad niet helemaal klopt. Ja, of, of dat je stad daar dus niet goed op aansluiten. Ja. Dat je dingen, ja, ja. je, je, je perk verkeerd hebt gekozen. Of hè, weet ik veel andere dingen die niet helemaal kloppen. Want ik ben ook al aan mijn derde, vierde beeld. Inmiddels toe, en je merkt ook echt dat het heel erg context-specifiek is. Hè? Want ik heb er nu een echte EOI-beeld, maar dan merk ik bij sommige bossen ja dat het gewoon niet echt lekker is. En dat is ook wel fijn, want het kost oh ja. ook heel weinig om te respecken Eigenlijk, ja. Ja. weet je, dat mm -hmm. wordt wel steeds meer, maar het is alsnog goed te behappen. Dus het, het, het baat je ook echt heel erg experimenteren. Dat moedigt het ook aan. Mm -hmm. En dat vind ik dan ook heel erg, heel erg leuk. Ik snap de keuze ook wel, en het is waarschijnlijk ja. ook de beste keuze voor deze game. Ja. Uh, maar de, ja, dat gevoel van nou, ik kom hier later wel weer terug. En dan ben ik echt een fucking badass. Dat, dat vond ik echt wel, te, wel vet in sommige RPG's. Ja, kijk, het is nu ook inderdaad meer dan ooit een, een MMO-achtige game ja. geworden. Hè? Ja. Met je bent ook, um, als je in de wereld loopt, je ziet heel veel mensen. En het is ook heel leuk om samen dingen te doen. En daardoor is dat natuurlijk. Beetje, dat meescalen, dat dat helpt daar ook in mee. Wat, met, met speel hem. jij in je eentje, Ali, of speel je ook wel met, met andere mensen? Ik speel hem eerst in mijn eentje. En, en daarna is het wel de bedoeling, want dat heb ik met drie ook heel erg gedaan. Hè? En als dan de, nou ja, de game as de service, de live service dingen komen. Dat ik hem dan wel samen met mijn vriend ga spelen. Oh, ja. Maar het verhaal. Want het, het verhaal is vind ik ook echt wel heel cool. Het is weer heel lekker duister. En de de bad guy, de bad woman is ook heel aansprekend. Ik vind haar ja. heel goed gedaan. Yeah. Yeah. Ja, dus weet je, het, ik vind het wel fijn om het nu gewoon eerst zelf helemaal mee te krijgen. van A tot Z. Die eerste cutscene, alleen al. Dat is oh. echt ja fucking aanzienig. goede cutscene. Dat nou. is echt, ik, heb, ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik dacht echt van, nou Blizzard, je, je hebt jezelf weer overtroffen Ik heb lang niet meer gedacht van Blizzard is de koning van de cutscenes. Uh -huh. Dat is lang geleden dat ik dat voor het laatst dacht. Dat was volgens mij uh, misschien een uh, van de Starcraft 2's nog dat ik dat Iron. dacht. Yeah. Uh, maar hier dacht ik weer van, oh hey, dat is echt ja. wel next, next level. <laughs> en toen Zo kwam die mooi. tweede cutscene, die was ook echt heel vet. En heel erg guber ja. en horrorachtig. Dus ik ben benieuwd naar de rest wat dat betreft. Snap ik in de soundtrack, hè? Het geluid is ook echt geweldig. Mm. Dat is mm. ook heel erg sfeervol. Dus ja, nee. Ik, uh... Voice actors ook? Ja, voice acting is heel erg goed. Dus ja, mm. ik zou hier ook een Gold Award uh, opplakken. Speel je het per se, Ali? Ik speel wel PC. Ja, ik vind dit echt een muis en game. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ik hoor ja, wel ik, van uh... mensen en zeker onze NO hier, uh, die speelt het dan ook wel met vrienden die dan wat hoger geleveld zijn. Dat uh -huh. in het begin, zeker als je in het begin samen speelt, dan, dan is die scaling best wel oké okay te doen. Maar hij zei van ja, ik speel nu met een, ik ben nu level 50... maar ik speel met iemand van level 79. Dat ik sta er eigenlijk maar een beetje voor spek en bonen bij wordt echt ja. Uh, ja ik doe echt geen damage bijna en dat, uh, <laughs> dat kan wat volgens hem wel een beetje beter dus ja ik heb het zelf nog niet uh, in koop gespeeld maar dat is wel iets waarvan ik dacht van oké okay, dat is wel, uh, wel jammer want in het begin hoorde ik dat al jammer goede maar het is wel vrouwen. logisch ook het is wel logisch ik bedoel hoe, hoe moet je die games scalen dat moet je mee laten scalen met degene die het hoogst in die level heeft als het goed dus... is scale het met party leader voor Zover ik weet, dus oh. de die de party aanmaakt, die wordt de, de leidende, zeg maar, oh. dus daar zou het dan mee te maken kunnen hebben. Cheer, maar dat weet ja. ik ook niet als het verschil heel groot is. Zeg maar, ja, precies, ja. ja. Nou, ja, goed, uh, het, het is wel echt een fantastische game. Ik heb daar ook ja. uh, al wat tijd in zitten en, en, maar het is, het is crazy. Wat voor gamejaar is dit? Holy shit, <laughs> no. echt, ik elke week. Komt er wel weer iets aan waarvan ik denk van ja, hoe, wanneer, wanneer ga ik dit weer doen dan? Ja, ja zeker met dan zoiets als die AMLO. Ja, dan gaat weer een dik honderd uur. Sowieso. Ja, daarom heb ik ook nog echt te weinig uh, tijd gestoken in Diablo en in, 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 in uh, Tears of the Kingdom trouwens. zijn oh. allebei ja. vallen die ja, een beetje aan ja, de wayside uren voor mij. Urenvreters. Yep. Ja. Final Fantasy ook, uren yeah. ja uh, en, en, Ja. En dan, dan is het ook nog tering lekker weer. Dat, ja, dat ja. helpt ook ik niet heeft mee. ook toch wel invloed op me op een of andere manier. Ik probeer ja, het te natuurlijk. negeren, maar het helaas. <laughs> <laughs> yep. wat, een, wat, wat een first world problem ben je. Ja, wat heb jij gespeeld ja, dan, dan, Walter? Uh, nou, ik, heb me, ik ben me uh, momenteel in Pikmin aan het verdiepen. Uh, ding is, oh, uh, ik ga, ik ga Pikmin 4 reviewen. Ah. En dat dus je hebt voornamelijk... de Gamecube aangesloten. Ah. Nee, 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 dat hoeft niet. Nee, absoluut niet. Dat is niet nodig, want Pikmin gewoon 1 switch. en 2 die zijn, gewoon, uh, ja, die zijn gewoon beschikbaar op Switch. Uh, daar heb ik ook gewoon codes voor gekregen. Die zaten gewoon in mijn mail, alsjeblieft. Nice. Oké, okay, thanks. Uh, maar ik, ik, ik heb dus Pikmin 4 wilde, wilde ik reviewen, maar ik Pikmin 3 ben ik echt een groot fan van. vond ik echt een fantastische game. Ik heb daar, yeah. Dat is misschien wel mijn favoriete Wii U game. Nou is de concurrentie op de Wii U niet super groot. Maar toch, uh, die game vond ik echt heel... Het was een soort van heel spannend en strategisch en, um, en, en cute tegelijk. Maar het had ook iets lugubers. Want je hebt van die Pikmin mannetjes en je verslaat dan van die enorme bugs. En dat vond ik vooral in Pikmin 3 zo... En die zijn dan dood en die krullen dan op. En die neem je dan mee naar je fucking. Hmm. <laughs> die neem je dan mee naar je, naar je onion. Je, ja. je basis, zeg maar. Om hem te verwerken tot uh, nieuwe Pikmin. En dat had iets een soort van weet je dat gevoel oh, dat ja. je vroeger had, ja. als, je, als je een steen optilde als klein jongetje, hmm. en je keek wat er allemaal voor micro wereld gaande was daaronder. En dan daar had je echt zoiets van. Je was. En aan de ene kant gefascineerd, aan de andere kant een soort van, uh, had je, was er een gevoel van afgrijzen, zeg maar. Mm. Uh, <laughs> in dat, in dat kleine jongetjesgevoel heb ik ook een beetje bij Pikmin 3. Um, ik moet zeggen, nou, ik kan nog niks over Pikmin 4 zeggen, dat is allemaal uh, onder embargo. Maar uh, ja, Pikmin 1 en 2 heb ik nu even, die had ik nog niet gespeeld, dus die heb ik nu gewoon om een soort van compleet beeld te krijgen van die hele serie, uh, ben ik die alsnog uh, aan het spelen. En, uh, die zijn ook nieuw uitgebracht, toch? Zeg maar onlangs, 1 en 2, ja. zeg maar. En ja, mag die je zijn, daar wel iets over zeggen? Die zijn met de laatste Nintendo Direct, zijn die... Uh, volgens mij zijn die meteen beschikbaar gekomen. Ja, ja, klopt. Zijn, dat, ja. zijn dat gewoon Ports of. of ja, is, het wel het is niet zoveel HV. veranderd. Is gewoon, okay. uh, weet je, de prompts en zo zijn aangepast. En uh, misschien iets in de vorm van graphics, maar dat weet ik niet eens zeker. Uh, okay. Ik heb het ook niet vergeleken of zo. Maar het blijven hoe dan ook erg leuke games, allebei. Uh, het is wel een beetje lastig om nu drie keer achter elkaar aan, dus in deel 1, hey. 2 en 4, uh, de zeg maar basics opnieuw uitgelegd te krijgen. <laughs> Zodat, ja. Ja, ja, ik weet hoe die fucking Pikmin's uit de grond moet trekken. It's fine. Uh, <laughs> maar voor de rest, het is echt een heel bizar, raar, ondergeschoven kindje ook een beetje van, van Nintendo. Het is echt niet het meest... Um, nee. vooraanstaande franchise of zo. Ik zei ook in mijn intro van mijn review. van mensen hebben het nog meer over F-Zero. dan over fucking Pikmin. En F-Zero is al sinds 2004 niet meer. Uit, een deel van uitgekomen. Um, dus ik vind het wel. Ik vind het echt een bijzondere. Uh, bijzondere serie. En daarvoor. Um, uh, ben ik ook het, het laatste deel aan het reviewen. Maar wat nog bijzonderder. was. is de game die ik. Uh, vorige week gestreamd heb. en ook uh, nog even meegepikt heb met. Uh, met de ook gespeeld, de, de, de verzamel-review-rubriek van Power Limited Magazine. En dat is een game waar ik echt... Daar die, die ben ik al heel lang mee bezig om te zorgen dat ik die te pakken kreeg. Want toen ik hem zag, dacht ik even... Nou, dit moet ik gewoon gespeeld hebben. Dit slaat echt helemaal nergens op. En het is, eh, daar heb ik er heel lang over gedaan... om in contact te krijgen bij 505 Games, de uitgever. En dat is me eindelijk gelukt. En ah, ja. gelukkig kwam toen ook deze game opnieuw uit voor de consoles. En dat is een game genaamd Crime Boss Rocket City... Oh, en het is, uh, die. Zit, een zit soort... die bij 505, ja? Ja. Oh, die en en met al die van... bekende acteurs uh, die, ja, die, God. Het die erin ja, in ja, zitten. Ja, dit staat nergens op. Dit slaat nergens Ja, ik weet het, ja. ja Ten ja. eerste is het Michael Madsen, die is de hoofdpersonage. Die gast is <totstutters> 65. Die ziet eruit alsof ja. hij 30 is, maar die heeft ondertussen wel een stem van iemand van 65. is Heel aparte combinatie. Dan heb je Kim Basinger. Geldt hetzelfde. Ik ken haar vroeger van Nine and a Half Weeks bijvoorbeeld. Chuck bijvoorbeeld. Ik ben nog niet klaar. Oh. Ja, oh, sorry. Oh, ik heb jouw ja, spoilers. Ik heb jouw donder... Jou donder gestolen, sorry. Jeez. Dit was zeg maar de laatste. Ja, Chuck Norris zit ook in. Danny Trejo zit erin. Er zit uh, Michael Rooker ook voor some reason. Want de meeste van deze acteurs zijn een soort van, uh, weet je, uh, jaren negentig-sterren die een beetje. Uh, uit, uit, het, uh, uit de spotlight verdwenen zijn. Maar Michael Rooker is dan wel weer... die, die speelt bijvoorbeeld in the Guardians of the Galaxy 1 en 2... en die heeft in uh, het begin van The Walking Dead gespeeld. En die is dan wel weer een beetje van... Ik, ja, maar jij bent nog helemaal niet vergaan in glorie. Hoezo zit je in deze game? Maar het, het ding is gewoon heel gek. Die... Allemaal oude mensen zitten erin. Yeah, ja, en, en Michael Rooker niet zozeer... Uh, en Danny Glover zit erin van Lethal Weapon bijvoorbeeld, wow. echt zo fucking random. Het is trouwens die... Danny Trejo trouwens, het is een Spaanse okay, naam. Of, uh... Ja, maar is, uh, is hij niet Mexicaans, dan spreek je het dan niet anders uit? Ja, dan ook. Oh, oké. Okay. Danny Trejo. Fine. Je was trouwens ook op Dutch Comic Con afgelopen weekend uh, heel toevallig. Oh, serieus? Ja. Uh, en um, die cutscenes waar ze in zitten, het slaat nergens op wat, wat zij tegen elkaar zeggen. En hoe stoer ze proberen te zijn. Het is, het is zo debiel. Ik heb er zo hard om gelachen. En uiteindelijk is de game is een soort van uh, magere payback-kloon. Uh, je bent je imperium aan het opbouwen. Je, en het is een, een roguelike. Uh, First-person shooter is waar het eigenlijk op neerkomt. En je moet dus uh, heel erg vaak dezelfde opdrachten doen. Dus bijvoorbeeld een stripmall overvallen of een uh, uh, wat nog meer een, een ware huis leeg roven. Um, en net zolang dat je en, en, en gebieden overnemen door, door iedereen gewoon dood te knallen. En dat zijn een soort van losse opdrachten die je heel vaak moet doen. Want als Michael Madsen of Travis Baker je hoofdpersonaal als die dood gaat dan moet je weer opnieuw beginnen. Oh echt? <laughs> en het is, uh, eigenlijk vond ik het fucking spannend om die reden. Omdat ik echt zoiets had van, nee, je moet niet dood. Uh, je moet zelf bepalen hoeveel mensen je in zit voor, voor een job. En je moet zelf bepalen wat voor wapens en zo ze meenemen. Oh, dat het soort... gaat nog dieper dan ik dacht. Ik dacht dat het gewoon een soort ja. van uh, rare GTA-kloon was. Maar toen zag ik inderdaad nog ja. gameplay en toen dacht ik van, hé, hey, wacht even, dit is meer Payback-achtig. Ja, weet je wat, het is helemaal niet zo'n hele goede game. Het is echt best wel slecht Joop. eigenlijk. En het is heel repetitief. Maar je op een of andere manier was ik. Nee, op <laughs> <laughs> een of andere manier omdat Chuck fucking Norris achter me aan zit als sheriff. En hmm. omdat ik Travis Baker, omdat Michael Madsen is. En omdat He? ik echt uh, elke keer weer een soort van amazed was door wat voor debiele dialogen ze in die cutscenes hadden. It's crime time, baby! En, en ze oh, proberen nice. zo stoer te zijn. En heel overdreven met heel veel gevloek. En maar is de het game... niet ironisch of zo? Ik denk dat ze het ironisch bedoeld hebben. Absoluut, dat denk ik wel. Precies, ik denk is, het, ze... is het zo slecht dat het weer goed is, zeg maar? Ik vind het wel. Ik vind het absoluut zo slecht dat ik, dat ik de, vol door entertained ben. Kijk, uh, nice. ja. En het is, ik denk... Op een gegeven moment ben ik ook echt volledig klaar mee. Dat weet ik zeker. En ik heb nu hier niet eens mijn PlayStation bij me. Dus ik speel nu... Hebben we al een tijdje niet meer gespeeld. Maar je mist ze um, nu al, heb... he, die personages. <laughs> eigenlijk wel, ja. yeah. Ik voel een <laughs> ja. ik kan hem he he over. Helaas ook niet streamen, want je krijgt dus... De Twitch heeft nieuwe regels en je krijgt nu een soort van uh, prompt van... hé, hey, uh, weet je zeker dat je dit wil kijken, waardoor uh, we heel veel minder viewers krijgen. Dus ik kan hem ook niet meer streamen, helaas. Ik wil hem eigenlijk met een vriend van oh. mij streamen, want ze zit er ook een code weet je, weet je zeker dat je dit <laughs> wil kijken, want het is een hele ja. slechte game. <laughs> ja... <laughs> Qua age-rating dan of zo, Wouter? Ja, qua age-rating. Oh, okay. <laughs> dus als je, als je ziet op Twitch, zie je één stream van mij met echt abominabele fucking view-aantallen. Uh, 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 dat komt dus door die, door die prompt die je krijgt. Nee, dus je hebt... weet zeker dat je het wil kijken. Dit is een hele slechte game. Wouter praat alleen maar onzin. <laughs> ik heb echt heel veel in de deuk Ik heb ook on ontzettend hard gezweet. Want ik vind het gewoon super spannend. Maar die missies worden echt wel moeilijker. Maar dat, dat, dat doen ze dan doen ze dat wel echt, echt iets goed dan. Uh. Ja, absoluut. Ik vind het ook, weet je, de, 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 de FPS of de shooter mechanics zijn echt niet bijzonder. En je, het, het payback element van dat je een roof moet plannen en zo. Dan heb je, je kunt het ook nog aan het begin stealthy doen. Nou, dat lukt bij mij altijd, want uh, het, het zit gewoon niet goed in elkaar. Maar uiteindelijk, door die cutscenes en door het roguelike element, wat er echt opgeplakt zit, doesn't make any sense. Maar. Um, zat ik echt zwetend? gewoon. Oh, okay, okay. oh my god, ik ben. Al mijn teamgenoten zijn dood. Oh shit. Uh, als Travis Baker dood is, dan ben ik echt de fucking shark. dus Ik zat echt zwetend achter die, um, achter die game. En ik, ik heb me er super hard mee vermaakt. Echt veel meer dan iemand met een, een zekere vorm van smaak zou moeten. zich zou moeten vermaken bij <laughs> deze game. Echt waar. Dus dat. Ja, um, yeah, dat was wel. <laughs> wat ik gespeeld heb, het hoogtepunt van de afgelopen okay. week. Oh. En ik heb ook Tears of the Kingdom gespeeld. Was allemaal niet het hoogtepunt. Uh, Diablo 4 gespeeld. Nou ja, Crime Boss, Rock City. De game waar ik echt ah. ook gewoon achteraan <laughs> gejaagd heb... om te zorgen dat ik hem kreeg, weet je? Ja, want uh, voor betalen dat was natuurlijk weer een brug te ver. Nee, dat kan niet. Uh, niet yeah. Oké, ja, oké. Okay, okay. ja, als je uh. gamer bent, is het niet alleen interessant om daadwerkelijk een console op te starten tegenwoordig. Of, uh, of je pc'tje op te starten of je Switch. Je kunt ook gewoon uh, naar rechtbankverslaggevers gaan kijken tegenwoordig. Want het is misschien nog wel entertainender hey. dan uh, zelf een gamepje spelen. Want we hebben het, ik heb het natuurlijk over de rechtszaak van de FTC. Tegen Microsoft. Het gaat over de overname die Microsoft wil doen van uh, Activision. Heb je het een beetje meegekregen wat er is gebeurd? Ik heb, er veel uh, ik heb niet het niet live bekeken. Nee, uh. dus ook niet, wou ik zeggen. Nee, er zijn wel wat, wat, wat rechtbankverslaggevers. Ik heb het ook zelf niet live gekeken. Ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Ik, uh, maar het was wel echt behoorlijk interessant. Want uh, wat is er aan de hand? Er is een, uh, een, 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 een waakhond. Die, uh, die eigenlijk voor zorgt dat, uh, uh, dat er geen monopolies uh, ontstaan in bepaalde um, industrieën. En dat uh, de, de Amerikaanse waakhond, dus de FTC, ik weet niet waar het precies voor staat. Uh, maar het zal wel iets met financial fed zijn. Trades, uh, so? yeah. Yeah, nee, fed. yeah, okay, Federal Trade Corporation of zo? Ja, Commission. Federal Trade Commission of zo. Ah ja, dat sounds reasonable. En uh, die hebben dus eigenlijk uh, gezegd: van nou, wij vinden het niet oké okay dat Microsoft uh, Activision overneemt. Uh, de Europese Unie had al goed, goedkeuring gegeven. Uh, in in uh, de UK zaten ze ook al een beetje dwars. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd: van ja, oké okay, of zoiets. Maar nu is het dus die rechtszaak van uh, de FTC tegen Microsoft. En uh, het is heel interessant, omdat er nu heel veel dingen omhoog komen borrelen. Die ze bij Microsoft en Sony en Bethesda en, en dat soort bedrijven willen ze nu natuurlijk over het algemeen wel een beetje onder de pet houden. Maar dat komt mm -hmm. nu allemaal naar voren en dat is uh, behoorlijk interessant. Um, ik denk, ik, ik heb een soort van nou, bijna een bloemlezing van de dingen die zijn bekendgemaakt, die, uh, die we eigenlijk nog niet wisten. Um, ja, zo, zo wisten we, de, dit vond ik wel echt, echt de grootste. Microsoft heeft Bethesda gekocht, niet omdat ze dachten van, ah ja, dat lijkt ons wel een leuk bedrijf en dat is een uh, goede aan, uh, acquisitie. <laughs> nee. 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 Ze hoorden dat Starfield een PlayStation-exclusive zou worden. Dus uh, ja. PlayStation die heeft uh, in talks met uh, Bethesda gezegd, ja jongens, we geven jullie een zak geld en dan komt Starfield alleen op onze, onze console uit. Dat hoorde Microsoft en die dachten van, ja, fuck it, dit kan niet. Dus ja. die kopen gewoon die ook hele met een, Ze hadden het ook al eerder met een paar titels gedaan, toch? Die gaan even... Of in ieder geval Times Exclusive waren van Bethesda. En toen dacht ze van... Toen ze dat Starfield het werd. En dachten ze van... Oké, okay, we kopen het hele fucking bedrijf op. Okay, <laughs> het is een rigoureuze manier. Ze hadden ook kunnen, een grotere zak geld kunnen bieden... om te zorgen dat het voor hun exclusief werd. Maar nee, um, dit ik, hebben ze gedaan. Ik vind, ik vind ja. ook wel dat dat een soort van badass move is, weet je? Ja, eigenlijk wel, ja. Absoluut, van... natuurlijk. Ja, natuurlijk. En natuurlijk, er zijn nu heel veel fanboys op Twitter en, en, en wat ook. Die zijn nu zo van: Oh, zie je wel, Sony is slecht en dit, dat. En nu is Microsoft ook absoluut geen, uh, geen vriendelijke jongen, zeg maar. Als je gewoon echt gaat, om, als het gaat om business. Maar dat vond ik echt wel interessant. En ik vond het ook wel grappig dat om, te, om te lezen dat Bobby Kotick, zeg maar, de, de CA, CEO van Activision, die. Um, die zaten ook in die die die, die zaten met uh, met Sony heel erg in zee. Hè? Die zijn die zaten daar heel erg uh, uh, mee samen. Dus Call of Duty heeft bijvoorbeeld heel veel exclusieve content op de PlayStation. En dat ging ja. zelfs zo ver dat um, ontwikkelaars van Call of Duty die hebben meegeholpen aan het ontwikkelen van de Dual Sense controller van de PlayStation 5. Um, dus die 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 banden. Die zijn, waren heel nauw, uh, zelfs zo erg dat Bobby Kotick tegen Xbox heeft gezegd: Ja, het is allemaal leuk en aardig, als jullie Call of Duty willen hebben op jullie platform, dan gaan we niet zeg maar uh, de 70% 30% regel toepassen in, uh, in inkomsten, maar dan wil ik 80% in plaats van 70%. En dat zorgt er, ja, dat er ik bijna ik voor, niet. dus dat, dat Call of Duty überhaupt al niet op de Xbox. Te spelen was. Ja, crazy. Wat, eh, ja. wat ik ook wel interessant vond, was dat. Um, uh, we gaan altijd vanuit van. Uh, Xbox uh, komt wel goed. Want uh, Microsoft. staat erachter. En uh, weet je, als zij geld kort komen. Uh, dan, uh, of, of ze bekijken het toch allemaal als één groot bedrijf. Ja. Maar die gaming division van Xbox. die schijnt echt wel zijn eigen ding te zijn. En het is helemaal niet zo dat ze het allemaal wel prima vinden. daarvan dat uh, Xbox op de derde plek komt. naar Nintendo en PlayStation. Maar dat ze echt wel. dat er echt wel wat van verwacht wordt. En dat ze echt wel. Uh, um, zeg maar, uh, uh, zichzelf moeten bewijzen wat dat betreft. Uh, en dat ze, dat ze wel aan het feit werken dat ze de, de derde zijn. En dat ze echt wel boven Nintendo en PlayStation willen uitkomen. Vandaar dat ze allemaal van die best wel heftige. En ook die megalijst van um, um, uh, bedrijven, van ontwikkelaars die ze uh, overwogen hebben om, ja. te, uh, om te kopen. Dat ja. was ook... Sega, Bungie, yeah. Housemark. Yeah. Remedy, ja, Housemark bijvoorbeeld. In ja. Housemark was het natuurlijk voordat PlayStation uh, gekocht had, uh, want Housemark is nu van PlayStation. En Bungie ook. Bungie ja, ook, en ja. Bungie ook. Inderdaad, het geldt hetzelfde. Dus ze hebben echt wel, um, uh, ja, dat hele kopen. Die die Trade Federation, Trade Federation. Wacht, dat is Star Wars. Nee, hoe heet het <laughs> ook al? Trade Commission. Ja, precies. Die heeft sowieso wel een, 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 een drukke dag met Microsoft, met alles waar ze uh, mee bezig zijn. En PlayStation ook natuurlijk, want die is ook ja. best wel... PlayStation dat... is ook gewoon een acquisitie aan het doen en zo. Ja, die is Veker. ook wel druk bezig op dat gebied. Zegt, uh, um, ja, het is echt geen wonder dat ze bang zijn voor monopolies, want uh, ze zijn allemaal flink aan het kopen. Zijn er dingen waarvan jullie dachten van, wauw, dit had ik echt niet verwacht, of dit is wel echt een pareltje van uh, wat, wat het dat hier uh, uitkomt dat de Elder Scrolls over vijf ja. jaar komt dat is wel kut, hé. ja dat, is dat, dat klopt echt inderdaad insane ik bedoel wanneer werd die game aangekondigd twee jaar terug nee langer geleden drie jaar, drie geleden. jaar terug ja ja toen met die maar dat was met die nieuwe engine uh, reveal was het je zag ook alleen ja, maar ja kreeg alleen soort... het logo toch ja toen zag uh, je dus inderdaad ja, gewoon dat, dat je vloog over een landschap Juist. Ja. Ik ja. heb nog op mijn, op mijn Instagram gezet van ja, maak anders even een kleintje tussendoor. Of zo, daar Weet je, het hoeft allemaal niet fucking. Is, 5 miljoen insane. kilometer omtrek te zijn. Het, het kan toch ook wel gewoon een iets kleinere bescheidenere naar de titel. Maar zij willen ook van Elder Scrolls volgens mij weer het grootste ever maken. Met, met wat werk veel? Uh, duizend dungeons in plaats van duizend uh, ja, maar planeten. Het, 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 het geeft ook gewoon aan dat. En ik weet niet of ze dat hier ook hebben gezegd of eerder al. Maar het is dus hetzelfde team wat aan Starfield werkt. Dat gaat die Elder Scrolls maken. Okay, Met ja. andere woorden, er is gewoon nog niks gedaan aan die game. Nee, Al drie jaar lang niet. Dus. Nou, nee. ik, ik denk, ik denk ja, niet dat, dat er niks we. is gedaan. Dus, er, maar dan gaan ze nu nog vijf jaar ermee bezig zijn? Ja, dat ja. Holy shit. Van, ja, het ja, ja, shit. Ze moeten ook wel, toch? Ze moeten ook wel. Wil jij ooit nog, zeg maar, als het het doel nog is, hè, want. Beetje. ze proberen alles heel erg te downplayen natuurlijk, want ze willen zichzelf kleiner maken dan dat ze zijn, zodat het beter is dan goedgekeurd wordt, natuurlijk. Maar mm -hmm. als je ooit nog consoles wil verkopen, dan moeten ze zowel Starfield als Elder Scrolls ook wel echt heel groot en heel goed worden. Ja, toch? Ja, ik, ik denk ook wel dat dat op zich goed nieuws is, want Starfield, daar zijn ze ontzettend ambitieus mee. Uh -huh. uh, en... en het is wel beter dat, dat ze dit zo aanpakken. Dan dat je bijvoorbeeld weer een, de zoveelste Elder Scrolls met dezelfde engine, met misschien een beetje een upgrade of wat dan ook. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook de issue niet, Chit. Zou, dat, zou dat, dat nooit aan moeten gekondigen? Waarom nee, is toen dat nog niet. aangekondigd? Nee. Ja, Hoezo? Precies, ja. In godsnaam? Ja, dus zullen ja. ze toen je, ook wel als... al wat goed nieuws nodig gehad hebben. Ja, maar hebben, ik denk nou? dat dat inderdaad ja. een aandeelhouder ding is geweest. Ja, precies. Ja, maar ja. acht jaar van tevoren? Ja, ja. Pff, dat slaat het, echt wel nergens op. op nee, maar ja. Het is allemaal het spelletje hè. Uh, en, maar, en, en, en we uh, weten ook wel uh, dat die game gewoon komt, dus het gaat inderdaad niet. Die trailer is letterlijk niet voor gamers gemaakt, die is letterlijk voor aandeelhouders Nee, inderdaad. Ja, ja. precies. Ja. Maar goed, ze hebben inderdaad En ik ik, ik, ik call het ook nu. Het is een game voor de next gen Xbox. Ja, ja, ja. Nou. Nou, die komt in 2025 samen onders, hè. 2028. Nee, ja. ja, 28. Ook, uh, 28. Ja, en die nee. game ook toch? Oh, ja, ja. Ja. ja, ja. Ja, dus, dus oh, ja. De, het, het, dat, dat zegt het Microsoft. Het wordt een, het die wordt een launch de, game voor de nieuwe Xbox. Ja, ja. <laughs> die gelooft erin dat de volgende console-generatie in 2028 gaat beginnen. En dat de ja. Elder Scrolls 6 op zijn vroegst ja. ook pas dan uitkomt. Ja. Dat ja. is dat echt crazy. Ja, ik ben het met je eens, Florian. Ik stond ook echt zelf van. We wisten allemaal wel dat we echt nog wel eventjes geduld moesten hebben op die game. Uh, denk, maar nu minimaal nog vijf jaar. Ik denk dat ik dan officieel te oud ben om die game te spelen. <laughs> ik, <kan gewoon> niet <laughs> hey, ik bedoel, je hebt de Skyrim-oma. Dan word jij toch gewoon uh, de Skyrim-opa? Uh, ja. ja, precies. Ja. Dan, ben de, dan, ja. dan ben ik de Elder Scrolls 6-opa. <laughs> wat, wat ik ook wel boeiend vond, was dat... Uh, oh, uh, dat um, Spencer... Uh, uh, Phil Spencer heeft gezworen onder, onder Oath... <laughs> dat, uh, dat, dat ze doorgaan met uh, Call of Duty op PlayStation uitbrengen. En volgens Nee, 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 je... wacht even. Nee, nee maar dat is. Ik, ik zie hier letterlijk staan op PlayStation, maar jij zegt op PlayStation 5. Ja, dat zei hij letterlijk hoor, Bowder. Okay. PlayStation 5. <laughs> ja, <Hij> zei... <laughs> En toen gingen ze verder ja. pushen. En het gaat ook de hele tijd, gaat het weer over dat Call of Duty. En dan gingen ze gisteren ook helemaal uitzoeken. Um, hoe belangrijk is Call of Duty eigenlijk? Hè? Met yeah. helemaal data-analyses en zo. Van, is dit nou echt zo'n unieke game? Hè? Is mm -hmm. dit de game der games... die je per se moet hebben op je console... om nog ooit wat te verkopen? Maar hij zei wel echt vijf. Mm, ja. Okay. Ja. Ja, ja, dus dus tot 2028 de... hebben we Call of Duty's. Wat zei je, Florian? Tot 2028 hebben we Call of Duty op PlayStation. Ja, ja nee, inderdaad. En ja. Switch. En Switch, ja, dat was ook nog wel wat de een en ander om te doen. Ze willen dus eigenlijk. Uh, Microsoft wil eigenlijk dat de Switch ook wordt betrokken bij, zeg maar, het, um, het segment waar zij dan eventueel een monopolie op zouden krijgen. Maar uh, PlayStation en de FTC, FTC is dus alles aan gelegen om Switch de buiten de boot te houden. Um, dus er is een soort van. Ja, een woorden. Een woordstrijd is er eigenlijk gaande. Omdat um, de FTC wil het eigenlijk betrekken op de high performance console markt. Ja. Waar Switch dus absoluut niet onderdeel van is. Ja. En, ja. Uh, en Microsoft wil dat er juist wel bij. En nu is er ook weer de vraag. Wil de FTC ook dat de cloud markt ook wordt meegenomen in, uh, of dat dat een aparte, um, een aparte markt is. Want dat zou ook betekenen dat, dat Microsoft daar dan gewoon verreweg de grootste in zou worden. Maar Microsoft wil dat juist weer niet. Maar het schijnt. Ja, daarom zeg ik. Ze, ze proberen echt zo te downplayen. En in het geval van, het, van de Switch vind ik ook dat ze gelijk hebben hoor. Want ja. weet je, het, het is gewoon een gameconsole. En als gamer kies je gewoon waar je je tijd aan besteedt. Nou, alles wat je op de Switch doet, doe je niet op de Xbox. Dus dat hoort, in, wat mij betreft, wel zeker gewoon in hetzelfde segment. En is het niet alleen Xbox en PlayStation. Ja, hmm. ja al is het wel een, een hele kleine markt voor Call of Duty natuurlijk. Uh, die Switch-console. Uh, ja, uh, ja. Wat ik uh, Ja, die, die, die cloud-markt is natuurlijk wel iets anders, zeg maar. Dus Microsoft heeft daar gewoon echt wel goede stappen op gezet. Maar het zou toch wel echt wel een beetje raar zijn als ze daarvoor worden bestraft <laughs> dat ze gewoon een goede cloud service neer hebben gezet. En, en Sony die ja. is juist nu ook bezig om die, uh, die cloud services op te, op te zetten. Die zijn eigenlijk Ik gewoon heb... een beetje te laat. Wat, wat zei het ook alweer, die, die Sarah Bond of zo... die zei volgens mij dat uh, cloud voornamelijk nog maar, alleen nog maar wordt gebruikt... Um, om een game te spelen terwijl die aan het downloaden is, zeg maar. Zeker. En dat ze er nog steeds verlies op maken, hè? Ja. Dus uh, ja, dat is gewoon... Sure. Ja, ze zijn inderdaad zelf een cloud dan downplayer Hoe je zegt, nou ja, niemand, niemand gebruikt dat. Dat, je, dat gebruik je gewoon als je geen zin <laughs> hebt om te wachten op je game-download. Het, ja, ja. het is best wel grappig, want terwijl Microsoft probeer, het aan het proberen is om de cloud-down te playen, vanwege obvious reasons, is PlayStation, die heeft juist weer gezegd, hè, die Jim Ryan, die, uh, die, die was ook aanwezig. Um, het schijnt zo te zijn dat hij um, vanuit het Sony HQ, wat gewoon... Niet eens een half uur rijden is naar de rechtbank. Dat hij dat gewoon even tikt. Dat, hij... <laughs> dat hij vanaf daar heeft hij dus uh, via een videocall heeft hij gezegd. dat cloud gaming zo belangrijk gaat worden tussen 2025 en 2035. Dus dat hij zegt van ja, ja dat wordt echt super belangrijk. En hij heeft ook mm -hmm. gezegd. dat uitgevers unaniem allemaal een hekel hebben aan het Game Pass systeem. <laughs> ja. Nou yeah. ja. ja. Uh, dit is uh, gezellig. Okay. Uh, okay. <laughs> Maar ik denk dat er vrij veel <laughs> ontwikkelaars er best wel blij mee zijn. Uh, <coughs> ik denk dat ja. vooral kleine ontwikkelaars kleine, er blij ja. Mee zijn. Ja, precies. Ja. En, en ook van, hé, hey, wacht, onze game. Uh, komt niet meer. Nou, dan kunnen we altijd nog op Game Pass, weet je. Um, dus ja, goed. Maar goed, dat, ik snap dat hij dat zegt. Wat ik ook wel ja. een interessant feitje vond. Nou, niet super boeiend, maar wel uh, even tussendoor was dat. Uh, de Ninja Theory, Hellblade, de ontwikkelaar van Hellblade, die heeft Microsoft natuurlijk uh, gekocht. Uh, en die kostte 117 miljoen maar. Dat vond ik eigenlijk Koopje. Heel, het is natuurlijk een heel, heel klein uitge of, uh, ontwikkelaartje, een klein studiootje. Ze hebben best wel veel wat, uh, games gedaan trouwens, wat dat betreft. Ja. Uh, maar 117 miljoen ten opzichte van hoeveel gaat, uh, hoeveel kost de Bungie bijvoorbeeld? Volgens mij was dat ook wel 1 miljard of zo, toch? dus ik vond dat wel een vrij bescheiden bedrag ja uh, haal het maar even het spaapotje zou ik zeggen dat is, uh... nee, ik, heb, ik heb het niet ik heb het niet nee, dat is nee, wel nee. waar nou nee, ja goed ja, het is echt een goudmijn aan, uh, aan feitjes. interessante feitjes en het gaat nog even door ik, ik geloof dat we we nemen dit uh, op de woensdag op dus uh, vandaag is er geloof ik ook weer uh, van alles gaande um, wat ik ook wel echt nogal interessant vond trouwens is dat Bethesda daar een soort van uh, uh, niet happy, not amused was om te horen dat uh, Microsoft eigenlijk aan uh, het beloven was dat hun games toch wel multiplatform zouden blijven, Call of Duty. Die Peter Heinz, dat is de, mm -hmm. de Bethesda Chief of Publishing, die had een hele boze e-mail gestuurd van, uh, wat, denk, wat denken jullie nou dat Todd Howard hier geen vragen over gaat krijgen? Wat, wat wij ervan vinden, dat wij dan wel exclusief moeten blijven en, en Call of Duty oh, yeah, mag multiplatform ja, blijven. Ja, ja, het is ja. echt wel een goudmijntje aan, aan toffe dingen. Um, hoe dit af gaat lopen, het, het lijkt, tenminste, ik weet niet hoe jullie erin staan, maar het lijkt vooralsnog toch wel een beetje de kant van Microsoft op te gaan. Uh, ja, want het, is vooral, het lijkt niet alsof uh, ze een goed punt kunnen maken waarom dit, deze acquisitie nou slecht zal, gaat zijn voor de gamers, zeg maar. Ja. Dus, het, lijkt, het lijkt een beetje op dat dat punt niet helemaal overkomt. Um, maar ja, dat, uh, dat, dat moet je het op de voet gevolgd hebben, wil je, die, uh, wil je dat zeker weten. Maar... Ja, het schijnt ook dat die rechter ook wel best wel uh, op de hoogte is van ontwikkelingen in, in gameland. Is oh, het een is gamer, maar. ja? Is het een ja. gamer? Dat is wel slim. Dat ja, is het is een de... vrouwelijke rechter, ja. en, en, maar zij, de opmerkingen die ze maakt die wijzen er wel op dat ze het wel... gewoon ze heeft het in ieder geval ingelezen. Wacht even, kom Waarom zeg je dit zo? Het is een vrouwelijke rechter, maar nee. het lijkt wel alsof ze verstand heeft van games. Nee, jij zei. Wat dat? min? Jij, dat? Jij had het over de rechter als een hij. Dus ik wilde dat nog even benadrukken dat het een zij was. En ik had wil... het helemaal niet over de rechter, volgens mij. Maar goed, ik, had... ik had het even nou, goed, over Havi, ja. <laughs> het ah, ja. <laughs> okay, nou We gaan het uh, voor je in de gaten houden natuurlijk. En dan hoor je de volgende keer. En volgende week is Ron ook weer aanwezig in, uh, in Paupraat. Dus daar ga je er ongetwijfeld ook heel veel over horen. Um, mm -hmm. Nou, in ieder geval zijn wij er doorheen. Uh, tenzij zijn jullie nog echt een extreem uh, belangrijke shout-out willen doen, Ali? Uh, Mensen gaan plannen of Lana. Speler. Oh ja, een oh. game die ik ook nog heb gecheckt. En die is heel erg mooi. Heel, ja. erg, heel erg leuk. Die Plans heb ik ook nog gereviewd. Ja. Oh ja, wat vond jij ervan? Ja, ik vond hem heel leuk. Um, Goed zo. Ja, het is, het is een korte game. Ja. En op een gegeven moment beginnen de puzzels wel een beetje te, te vervelen, zeg maar. Ja, ja. Um, maar. Uh, maar hier, het was meer ook een echte echt, echt story. Ja, het, het verhaal, verhaal was wel echt uh, wel ja. leuk. Uh, ja, zeker. Ja, ik, ik Mooie stijl. Ik, ik Zat u een pas? Geen idee. Ja, absoluut. Cool. Jullie nog een extreem belangrijke shout-out? Shout-out naar mijn hond hieronder. Oh, hij is mee <laughs> naar België? Ja, hij is echt zo blij. <coughs> <coughs> maar... Mooi, mooi. En hij mag de hele tijd met ons wandelen en, uh, en hij heeft de tijd van zijn leven. En we hebben onze kat oh. ook meegenomen naar België trouwens. Oh, serieus? Wat? Echt? Oh, nee. ja. Serieus? Hoe lang ja. blijf je daar? Een week? Oh. Uh, twee weken. Okay, oh lekker, ja, moet nou, nou ja. Uh, ja dat moet ik zo mee. Prima. was van werkvakantie dus. Oh, ja. Dat was hem alweer. Bedankt voor het uh, luisteren en bedankt voor het kijken naar, uh, naar Powerpraat. Uh, we zijn er over twee weken weer met deze samenstelling. Met of zonder Ali, dat is nog even de vraag. Um, maar we zijn er in ieder geval wel. Uh, ik wens jullie vast een hele fijne week. En uh, tot de volgende keer in Powerpraat. Maar dan met Martin, Jacco en Ron.